Goedenavond, ik ben Marjan Slob, essayist, moderator en filosoof. En ik zal jullie vanavond door de avond heen leiden. We gaan zo kijken naar de videoboodschap van Thomas Sedlacek. Ik zal er dan zo nog meer over vertellen. Maar dat is niet het enige, want het is een videoboodschap. We hebben gelukkig ook twee live gasten waar we mee in gesprek gaan. Erik Smit en Rutger Brechtman. De avond is als volgt opgebouwd. We gaan zo dus naar die videoboodschap kijken. Dan komen Rutger en Erik hier op een bankje zitten, dan blijven we erbij. Ze reageren kort op wat ze hebben gezien en daarna geven ze elk afzonderlijk een praatje. Vervolgens gaan ze met elkaar in debat en dan is het ook het woord aan u aan de zaal. En dat zal het verlopen via de microfoon, daar leg ik dan zo nog wel uit. Het idee of het thema van vanavond is dat we opnieuw het economisch systeem gaan onderzoeken. Dus een paar principes die ten grondslag liggen aan het economisch systeem. Het was in de eerste aflevering met Saskia Sas eigenlijk ook al gebeurd. En er kwam een vrij somber verhaal naar voren hoe wereldwijd mensen eigenlijk uit de statistieken en uit het systeem verdwijnen en never nooit meer een plaats terugkrijgen. En het debat ging die avond eigenlijk vooral over manieren om dat terug te claimen. Want Sasse die zag eigenlijk alleen maar hoop in een soort grassroots resistance. En Zini Özdil, de co-referent, die vond toch dat er een soort nieuwe internationale moest komen op nieuwe grondslagen. Dat was de clash die avond. Vanavond zal dat denk ik anders verlopen, ook vanwege de andere opzet, maar ook wel omdat het thema anders is. Want we gaan vanavond vooral de beelden onderzoeken en de waarden onderzoeken die ten grondslag liggen aan het huidige economische systeem. Dus niet zozeer de cijfers en de effecten, de statistiek en de empirie, maar meer welke beelden en waarden zijn nu eigenlijk gaande, zitten diep in de haarvaten van het systeem zoals we dat nu kennen. En een van de ideeën die de organisatie heeft, is dat het begrip schuld daar een hele centrale rol in speelt. En natuurlijk tegenover waarde staat het ontbreken aan waarde, of staat een soort negatieve waarde. Maar het gaat over meer dan dat. Het gaat ook over een soort moreel begrip. Van die schuld die laat je op je, je voelt je daar onplezierig bij, je wordt er door in toom gehouden. We nemen het zo makkelijk op ons. Waarom eigenlijk? Dat hele begrip schuld, dat kruipt niet alleen in je huishoudboekje, maar ook in je ziel op een of andere manier. En dat principe gaan we onderzoeken. En ook wat daar nou mogelijke heks in zou kunnen zijn, om maar in het thema te blijven van de hele serie. Waarom laten we onszelf en elkaar eigenlijk zo om de schuld gebukt gaan, terwijl je ook een blik op de wereld kunt hebben als een plek van overvloed? Maar op een of andere manier is het heel moeilijk in je kop te krijgen, of in mijn kop in ieder geval. Goed, Sedlacek is denk ik een hele goede aftrap, omdat hij, hoewel hij dus econoom is, een hele eigenzinnige econoom is. Het is een jonge Tsjech die adviseur is geweest van Havel, de Tsjechische president, die inmiddels overleden is. En hij is nu universitair docent, maar adviseert nog steeds in heel Europa over de principes van het economisch systeem. Hij heeft een heel invloedrijk boek geschreven, dat heet Economic of Good and Evil. En de ondertitel is The Quest for Economic Meaning, From Gilgamesh to Wall Street. Nou, van dat boek, dat heeft vele prijzen gewonnen. En dus, weet je, in al die lijstjes van belangrijkste boeken van het jaar kwam het behoorlijk hoog. Dus het is bewerkt tot een toneelstuk wat in Tsjechië in ieder geval heel lang volle zalen heeft getrokken. En zijn hoofdboodschap is betrekkelijk origineel voor een econoom. Namelijk dat economie geen natuurfenomeen is en ook zeker niet waardevrij is, maar verbonden met allerlei culturele overtuigingen en aannames en waarden. En dat je dus als econoom niet alleen goed moet zijn in rekenen en in het modelleren van bepaalde economische processen, maar eigenlijk ook filosofische en antropologische en ook mythisch bewustzijn moet hebben om goed te snappen welke waarden nou waarom centraal staan in die economie van ons. Dus hij analyseert de geschiedenis van de economie en haar diepe verborgen overtuigingen over onder meer schuld, die dus echt centraal staan in hoe we die economie inrichten, en dat noemt hij meta-economie. En voor hem is de hoofdvraag als econoom, hoe willen we eigenlijk leven? En waarom ligt het systeem dan zo in als het is ingericht? En met die vraag hekt hij in ieder geval de economische gemeenschap. Goed, we gaan nu kijken naar een videoboodschap die speciaal voor ons is samengesteld, voor Hacking Habitat. Dus het is niet een filmpje wat we van internet hebben gehad, maar het werkelijk voort is gekomen uit vragen die
de organisatie heeft opgehaald. En die, die aan hem zijn voorgelegd en nou, die antwoord op duurt ongeveer 20 minuten. Veel plezier. Tomas, welcome, nice to have you here. We're going to talk about how to fight debt. That's the theme of today's lecture. You couldn't be there in person, you're here via video message, so thank you very much. My pleasure. First I want to talk about economics in general. You wrote a book called The Economics of Good and Evil, and you say, or you show, that economics is not what we think of that it is. Could you explain a bit? Our fetish today is economics. It is a manifestation of sort of a crisis feeling that mankind has always had, but today we read it in an economic constellation, so to speak. So we have problems with debt. So no, let's do it a little bit more rigorously. We have problems with the economy. The economy isn't functioning according to some ideal. That deconstructing that ideal is a story in its own self, but nevertheless it will suffice that the economy, for reasons that we don't have to go into, isn't really functioning according to the way we imagine it. So the solution to that is more of the same, and if the economy isn't strong enough to produce that more, then we put the more from the side of the government, or from the side of the common property, from the middle of the society. We inject energy into one sphere of the society, which is economics. And we do this by budget deficits. So the government gets indebted, tries to invoke, like you try to invoke a spirit, or you try to invoke some sort of an emotion, or even in sort of a Freudian sort of way, it tries to stimulate the economic libido by deficits, by putting little pills of desire, by injecting more either money, which is called monetary policy, or more demand, which is called fiscal policy. So you can do this, of course, for a little while, but if you overdo it, then you have an economy that is dependent on debt and can only function on debt. It's like a drug. And if it malfunctions, even though debt is provided, our only solution is let's have more debt. So this is why it really is the same problem that we've had reading history. It's the same problem, only today we read it not in religious terms, not in national terms, we read it in economic terms. How should we deal with the debt problem of Greece on the European level? Greek question. Well, Japan is indebted even more than Greece. So, but the Japanese economy still somehow functions. The problem with the Greek economy is that, according to the Keynesian doctrine, the original Keynes, the original Keynesian debate was, will debt help the economy? Will it do it good or will it do it bad? And is it sustainable and isn't it addictive? This was the debate. In other words, now that we're in Netherlands, I can translate it into the terminology of drugs. Is this drug going to help us? Is this drug available? And is this drug in any way addictive? Same relationship between deficit and government expenditure and the economy. This was a debate we had, 80 years ago, 90 years ago. So everybody, it seems to me, reading The Economist, agrees that deficit is helping the economy. In other words, your drugs will do you well for a little while. The problem of today, and that's why we're coming to Greece, is that the problem, the discourse today, or the debate today, isn't really whether we should use that drug and whether that drug is fun and whether it gives us more energy. Everybody seems to sort of agree. You can see that very nicely by whenever the country gets into crisis, usually 99% of the times the result is let's
feed it with deficits, let's give it this drug. The problem of today is that we are no longer having a proper Keynesian debate. So the Keynesian debate is, should we use this drug or not? Our debate, many decades later, is that we are running out of this drug. There is no more, the shelf in which you keep your drugs is empty. We should go cold turkey, because there the drug's running out. There's no other way. Absolutely. Yeah. Absolutely. And running cold turkey is extremely unpleasant. So I always like to say that we have to quickly do a slow detox. We still have a little bit of these drugs left. To translate it into economic terminology, countries can still go a little bit more into debt. A couple of percent of GDP, but not much. Not like in the old 60s. We have little tiny wee bits. And those little tiny wee bits, I argue, we should use very quickly to do a slow detox. If we fail to use these drugs, these deficits, these debts, if we fail to use them as a way of a detox, but we will use them for parties and for fun, then we will run out of drugs completely, and the detox will be very cruel. There is, of course, withdrawal syndromes from alcohol, or from any actual drug, are very cruel. And that's something that we, as the Euro-American culture, are nearing. We're nearing a point where this artificially sustained consumer corporate culture can no longer be maintained, because it is not natural. That is one of my key points, that it is not natural. Not in some abstract philosophical way, of course you could argue that way also, but in a very practical, within the realms, within the language of economics, our system is unmaintainable, because our system needs deficits to function. So to draw a picture, we live in a very rich society. Our society is very, very rich in the circumstance, but the middle of the society, the common, the tragedy of the commons, as Aristotle calls it, the government expenditure, is not poor, it's minus. The economy is on life support. The economy is on life support, taking blood from the common property of government, and that blood is running out. So this withering of a state is happening in two directions. In one way, the withering of the state is in terms of irrelevance. The governments used to have all these powers to decide. Now everything is going either global or EU or local, regional. The government is irrelevant, more and more so. So that's one way in which the government is withering away, purely historical. And many philosophers, Marx, one of the first ones, were to predict this, but it's also withering in a way that it's indebting, it's sacrificing, if you want, it's sacrificing itself in the state of the economy or banks, which you could see actually quite nicely in the case of Ireland. In Ireland, the government was actually not so indebted, it was actually doing pretty well. The banks ran into a trouble, and the government, rather than letting its banks collapse, rather took their debt, their cross, their sins, upon itself, and it bankrupted the whole Irish government. So the pecking order, it looks like there is a government and then there are banks or financial institutions here, but it actually is opposite. The pecking order, the food chain, is the banks are going to be protected more than the government. Yeah, so what you're saying is that it's very important that we should change governments going bankrupt into banks being able to go bankrupt, because that's not the question right so now. So funnily enough, we live in a world where governments can go bankrupt, but it's almost unimaginable to play again the game with the leftist saying to see banks go bankrupt. First point was confiscate monetary policy. Second one, let's have a common fiscal policy. And the third point is, let's stop thinking in the heritage of the Second World War nationalism. The way we measure our success is still nationalistic, because GDP is measured country
versus country. Just imagine if we, the same GDP, if we measured the same GDP, but not Germany versus Greece, but regions versus regions. If we started measuring GDP in regional terms, then of course, some regions of Greece would be fiscally supporting some regions in Germany, especially Eastern Germany, because some Greece regions are much richer than the German regions. And the debate would be completely different because suddenly this remnant of this completely annoying post-World War discourse, you know, Germany versus Greece and what you did to us during the Second World War. We are still surprised that that demon of nationalism comes up. But why are we surprised? We are measuring ourselves using nationalist terms, which is GDP. And GDP has been criticized from many angles. But one thing that the people who defended GDP was that it's a hard figure and all the other alternatives are soft. My point is no, even that is not hard because if we measure GDP according to the color of hair or women versus men or, I don't know, region versus a region or people with, I don't know what we could invent, then the whole discourse would change and there would be no dismantling of the European Union because of this. Greece is not satisfying in one parameter, which we don't really know what it means at the end of the day. You mentioned that looking at nation states might not be a good idea where Europe is concerned. I do want to go to a nation state right now, the Netherlands. The last year or 2 years, I think, there have been a lot of people mentioning that maybe basic income, a newer economic idea maybe, might be a good solution for many problems people have. What do you think of that? Well, I don't know. So basic income, the way I read it, is basically increasing of the social minimum that we already get. So today the agreement is that the society will take care of the people who are really misplaced and we will not allow anybody to die or to suffer from illnesses and we will not allow any of our citizens to starve. That's sort of the minimum income. And I understand that this should be raised, basically. Again, I mean, if we really care for the poor, we should care for the poor. You don't really have poor people here in Netherlands. At the end of the day, there are poor people elsewhere. Not even in Czech Republic, not in Europe. In Europe, we do not have properly poor people. What do you have to be properly poor? You really have to be dying out of hunger. And that we have in the world. So I am for some sort of minimum income, but let's do it globally. If we really care for the poor, let's not care for the Dutch poor or for the Czech poor or for the European poor, because the European poor is a little bit of a joke. Although I do understand that there are people who are having hard times and everything, but still very difficult to compare it with the real poverty. So yeah, let's have minimum income. Let's have minimum wages, but let's have them global. So if we introduce minimum wages and minimum income here, our companies, our European profit-seeking companies will only go further east and south where they can behave the way they want to behave. And my point is quite clear. If we want to take care of the poor, let's really take care of the poor. Is part of a series of lectures, Hacking Habitat. It's about how to create freedom to act, to create spaces to act in a world that's dominated by systems and algorithms. If I listen to you, it seems that those poor in third world countries might be freer than the people living in Europe. How come? Well, then, if that is the case, then our path to freedom should be poverty, which is something that many philosophers and many thinkers and many religious leaders, or what would you call them, would say, that they had this anthem that they sort of repeated over and over again, and you can hear it in until today in philosophy, that richness in a way binds you. And you know, when I say it like this, it sounds like an absolute cliche, but if we take that seriously, also, one method how to philosophize successfully, I think, is to take clichés seriously. If it's a cliché, then it must be true, in a way.
So let's take this cliche, to which everybody agrees, let's take it seriously. And if it's true that riches actually bind us, which you will find many times in the Bible, and I'm sure also in other Vedas and in Quran and in other scripture, then who are we to you know, think that we are actually deciding freely? Perhaps it isn't that the third world, which is actually interesting because third world is the only worlds that we use, because we don't use the term first world and the second world. It comes from the Cold War division. But the only place is of the only thing left of the world is the third world. We no longer have the first world and the second world because it felt a little kinky. So we left that, but we still have the third world. So perhaps it isn't that we should teach them our ways, but perhaps we should also be able to listen. And wouldn't it be a wonderful world? What I'm going to say will sound a little romantic, but then again, why not? Wouldn't it be a wonderful world if the truth wouldn't be here with the West, but it would be somewhere in the middle? And would you say that that's an ideology that in the end we do have to get rid of? Well, every ideology, the thing is that you can never step outside of ideology. You will always be embedded in some ideology. The only little help, and I'm not even sure about this, against ideology is to believe many ideologies at the same time, to be a legion, which to be constantly contradicting yourself, to be constantly never sure of what you really believe, because I come from a country where we believe that whatever doesn't shake isn't firm. Shaking is not the firm of weakness, shaking is a firm of actually stability. So the only way, and this is also why I want economics to be taught in a more broader way, because that's an area that I'm responsible for, is not to create Fachidioten, you know, people who understand the world in some doctrine or ideology that Friedman or Samuelson or somebody else lined up for them. We should understand that the world is extremely complex, and any reduction of complexity is a reduction of complexity. And so the only way that you can sort of slightly fight ideology, although you can never get outside to some neutral ideological zero ground, that simply doesn't exist. But it's always good to know to hesitate, not to be so sure about our models. Because this is the problem with our society, especially with economists, that we have believed not the models of our forefathers, Christianity, nation state, I don't know, the respect for children and the respect for other human being. Those are, that's also ideology, one with which I, of course, very happily agree. Of course, the most difficult ideology to disclose is the one in which you yourself believe. But economists are worse in this because we believe blindly an ideology that we ourselves have created a couple of years back. So this whole talk of an invisible hand of the market, these laws that we believe in, that we just pretend that they're divine and natural and absolutely spontaneously given. No, man, we've invented those rules 2 weeks ago when we were having dinner at John's place. And now we pretend that it's the divine truth. And the only defense, slight defense, 20% of defense, is to be constantly doubting that what you believe is actually true. Coming back to, a philosophic cliche, which one can never repeat enough, of Socrates being the most wise man exactly because he knew that he doesn't know. Many people knew or thought they knew, and that is the home run of ideology. You believe it so blindly, you think it's true. Yeah, so we could hack the system by being like Socrates, by doubting, doubting, doubting. Yeah, we can hack the system by not having any habitat in it. Ik wilde Erik Smit en Rutger Brecht
Bergman op het podium vragen. En ze vragen om een plekje te vinden op die banken. Dan kan ik ze eventjes introduceren. Erik Smit is onderzoeksjournalist en hij werkt voor het bureau Follow the Money. Hij werkte ook voor Quote en is een van de oprichters van de pers. Hij schreef een boek over Nina Brink, weet u nog wel, de directeur van World Online, wat zo bij het begin van de zeewel in Nederland eigenlijk. En ook een boek, Boekenpolis, hoe kom ik er vanaf? En hij is econoom, gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Rutger Bregman is historicus en schrijver en hij is medewerker van De Correspondent. Hij heeft een hoop boeken geschreven, waaronder Gratis geld voor iedereen, muziek in onze oren denk ik. En hij schreef samen met Jesse Frederiks onlangs het essay voor de Maand van de Filosofie, getiteld Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers? Hij is een bekend pleitbezorger in Nederland van het basisinkomen, waar Thomas Sedlacek het ook eventjes over had. Dus daar zal hij zeker ook over te spreken komen. Ik ga even bij ze op de bank zitten voordat zij hier strakjes vertellen hoe zij in deze materie staan. Hallo, ben ik ook nog? Ja, dat is schrikken, hè? Laat ik eerst even reageren op Sedlacek. Kende jij hem eigenlijk, Thomas Sedlacek? Ja, natuurlijk. Ik kan het bijna niet vermijden, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk niks van hem heb gelezen tot nu toe. Ik kom er eigenlijk heel weinig aan lezen toe, tot mijn grote spijt de laatste jaren. Ik ben ook ondernemer voor, die vertelde eigenlijk al een beetje over het platform Follow the Money. Het is niet een bureau, maar het is echt een nieuw merk aan het worden. Dat waren we eigenlijk al. En, nou ja, dat is een lange en vermoeiende weg. Een weg waar ik gelukkig nog geen schulden heb gemaakt. Ook nog niet zoveel winst, hè? En ook nog niet zoveel winst. Dat is een beetje moeilijker eraan, inderdaad. En, wat Sedlacek in ieder geval met mij gemeen heeft, dat is twijfel. Dus dat komt veel voor. Heb je ook nog iets opgepikt waarvan je dacht, hey, interessant, of dat klopt helemaal niks van, dat kan natuurlijk ook. Nou, interessant is in ieder geval zijn opvatting, hoe onze wereld ongeveer georganiseerd is. Want wat hij denkt daarover, dat is eigenlijk het idee waarmee je Follow the Money is opgericht. Wij kijken eigenlijk naar de wereld door een financieel-economische bril. Niet omdat wij gewoon alles leuk vinden omdat het geld te maken heeft, maar omdat eigenlijk onze wereld overal is doordrongen van geld. Alles heeft met geld te maken en alles heeft met alles te maken. Tegelijkertijd mag je geld niet alleen aan zakenmensen overlaten en mag je geld de wereld alleen, zeker niet alleen aan economen overlaten. Ik ben er zelf een, althans, ik heb dat geleerd, en ook weer afgeleerd geloof ik. Maar dat vind ik het meest interessante aan hem. Dus dat is die verbondenheid en dat je juist meerdere vakgebieden moet mee laten praten, historisch, filosoof. Ethici niet te vergeten met economie. En dat is ook tegelijkertijd iets waar ik, als ik terugkijk op mijn eigen opleiding, als ik dan heel even iets meer over mag zeggen. Ik heb 10 jaar gestudeerd. Wel ook heel veel studieschuld, of niet? Ik had wel een studieschuld, ja, maar die was makkelijk af te betalen. Want dat werd mij heel makkelijk mogelijk gemaakt ook. Maar wat ik mij het meest opviel tijdens mijn studie was eigenlijk eigenlijk achteraf, hè, dan realiseer je dat pas. Als je ouder wordt, en zeker omdat ik ook op de journalistiek ben ingegaan en allerlei mensen achtervolgd heb en heel erg over ethiek ben gaan nadenken, is dat ik tijdens mijn 10 jaar opleiding, waar we al 4 jaar over deden, echt bijna niks over moraal en ethiek heb geleerd. Helemaal niets. Het was een opleiding volkomen doordrongen was van het Anglo-Saxische denken. En er was 1 vakje, en dat heet filosofie en ethiek. En dat was 1,5 punt daarvoor. En verder niets. Er werd helemaal niets over gezegd ook. En hoe zaken konden ontaarden. En achteraf denk ik dat daar daar ben ik eigenlijk ook wel van overtuigd, dat daar een kiem in zit van de amoraliteit die eigenlijk overal de kop opsteekt. Laat ik hier even bij laten. De immoraliteit. De immoraliteit en de amoraliteit. Rutger Bregman, kun jij Sedlacek? Ja, ik ben geen ondernemer en ook geen echte journalist, dus ik heb alle tijd om boeken te lezen. Dus ja, zeker, ik heb het van een aantal gelezen, het is echt fascinerend. Ook trouwens voor het boekje wat ik met collega Jesse Frederik schreef over waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Dan beginnen we eigenlijk ook met die vraag, eigenlijk van, met die centrale stelling van de moraal moet terug in de economie.
Het interessante, en dat dacht ik ook bij het kijken naar ZZK, is dat het is iets merkwaardigs aan de Nederlandse taal. Hè? Dus als je het woord bijvoorbeeld verdienen neemt, daar spelen we een beetje mee in de titel. Het woord verdienen in het Nederlands heeft zowel die betekenis van je hebt het gewoon gekregen aan het eind van de maand, of als je een factuurtje hebt gestuurd, maar ook je hebt er moreel recht op. Dus normatief, maar ook precies. Alsof het hetzelfde is. En het grappige is dat in het woordje schuld precies hetzelfde gebeurt. In het Nederlands, maar ook in het Duits. De schuld, weet je wel, dat is gewoon wat je financieel hebt uitstaan. Maar ook iets moreels. Het onze vader, vergeef ons onze schulden, et cetera. Dus er zit ook zo'n, het was bijna een religieuze laag in. Toen een deel van het essay werd vertaald in het Engels, toen zat ik een beetje te sparren met de vertaler. Toen zei ik van, de titel had ik zo in gedachten. Toen zei hij, begreep ik niet. Het woord grapje werkt niet in het Engels. Dus er is iets merkwaardigs aan als Calvinisten dat wij. Het zit zelfs in onze taal gebakken dat we doen alsof de moraal er niet toe doet. Zeg maar. Of alsof het hetzelfde is. Of juist wel, alsof het identiek is aan met elkaar. Ja. Dus dat vind ik wel fascinerend. Ja, dat is inderdaad fascinerend. En daar ging het dus eigenlijk ook nooit over bij jouw economiestudie, over dat verdienen en dat schuld hebben als een soort morele begrip. En achteraf zeg je... Nee, allerminst. Natuurlijk ook de misdragingen en eigenlijk alle ethische vraagstukken die met name in financieringsvakken zich kunnen vormen. Je kreeg wel eens een vak waarbij natuurlijk kosten en winst heet. Dat was bij accountancyvakken zijn dat. Dus bij het veredelde boekhouden, waar natuurlijk wel eens een oplichter en zo werk belicht. Maar uiteindelijk. Hoeveel mensen heeft hij dat gedaan? Maar dat werd dan meer geregistreerd tussen. Maar echt nadenken over hoe je met. Wat voor financiële producten deugen of niet kunnen deugen. Je gaf daar al aan. Ik heb een boekje geschreven dat heet Woekerpolis, hoe kom ik ervan af? Samen met een technisch deskundige over die materie. Handig voor coaches, snap je? Een Woekerpolis, dat geeft wel aan, daarom zeg ik het ook even bij. Hè. Dat is echt een heel ingewikkeld product. En er zaten allerlei verborgen kosten in, en noem maar op. En die verborgen kosten maakten eigenlijk dat het een waardeloos product was, een ruïneus product. En dat is eigenlijk een heel volstrekt onethisch product. Dus dat door mensen echt willens en wetens in elkaar gezet. Dat is iets wat je natuurlijk nog de afgelopen jaren veel meer naar boven is gekomen met allerlei financiële producten en financiële gedragingen van mensen in die sector. Dat is fascinerend en dat gaat natuurlijk überhaupt niet belicht. Ik zou zeggen, ik wil je uitnodigen om de plek in de katheder te pakken. Dan moeten wij maar even doen of we er niet zijn. Dus zo jouw plek. Ja, schuld. Ik heb een klein korte toespraak daarover en voorbereid. Schuld. Wat Rutger zei, dat is natuurlijk helemaal waar. Het woord behelst al iets. Voor de een is het een zegen, om het toch maar een beetje bijbels te houden, en de ander een vloek. Vast staat in ieder geval dat schulden in de laatste decennia veel meer in onze levens zijn gaan beheersen. En eerst die vraag, waarom maken we schulden? Ik zal de vraag anders stellen. Waarom likt een hond zijn ballen? Wie weet het antwoord erop? Omdat hij het kan, inderdaad. Dat is het juiste antwoord. Omdat we maken schulden omdat we het kunnen. En omdat het ons zo makkelijk wordt gemaakt. En niet te vergeten, omdat we meestal extreem optimistisch zijn over onze eigen toekomst en over de mogelijkheden om die schulden ook weer af te betalen. Ik pak even een glaasje water bij. Zit er klaar. Dat gaat gewoon een probleem opleveren zo. Laten we om te beginnen even vaststellen dat schulden niet alleen negatief zijn, maar dat ze ook prettig en voordelig kunnen zijn, prettig kunnen aanvoelen. Zoals Zetlacek al aangaf, als het ware een soort van drugs. Je kunt eraan verslaafd raken. Ik zal
aangeven, durf investeerders in het algemeen, die kunnen er wel bij varen. Zeer wel zelfs. Ze kunnen met behulp van geleend geld het rendement op hun investeringen enorm verhogen. Leverage noem je dat in de financiële industrie. Hefboomwerking. De beruchte private equity bedrijven die in de jaren 80 beroemd en berucht werden, die verdienen er zo'n geld mee. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Het wordt dan private equity genoemd. Dat zijn soms investeringsgeld. Maar eigenlijk verdienen ze het meeste geld door nog heel veel geld bij te lenen. Bijvoorbeeld met zo'n leverage buyout. Even een klein voorbeeld. Je hebt 100 miljoen. Je leent er 900 bij. Je koopt voor 10% rente, om een rekenvoorbeeld even makkelijk te maken. En je neemt een bedrijf van 1 miljard over. Een jaar later, dat kan, een goede tijd komt in ieder geval, verkoop je het voor 1,2 miljard. Winst 200 miljoen. Dat is denk je heel wat. Trek je de rentekosten er vanaf, 90 miljoen zeg maar. En de rest is voor die investeerder. 110 miljoen verdiend door 100 miljoen te investeren. Dat noem je leverage. Dat is door eigenlijk een bedrijf over te nemen van 1 miljard, maar met 900 miljoen geleend geld, 100 miljoen, heel klein plukje. Eigen geld verdien je 110% in 1 jaar. Holla die jee. Dus dat is de manier van waarmee die venture capitalist, maar ook de private equity denkt. Maar wij ook eigenlijk als burgers. Zelf dacht ik ook zo. Want mensen als u en ik kunnen ook met geleend geld leuke dingen doen. En huizen kopen bijvoorbeeld. In Nederland zijn we zelfs wereldkampioen in. Nergens in de wereld is eigenlijk een gemiddelde hypotheekschuld zo hoog als hier. Tot het begin van de crisis hebben we dat ook met z'n allen massaal gedaan, hè, die huizen kopen. Dat zijn eigenlijk dode dingen die al bestaan. Als je daar geld voor leent, gaan dat niet heel veel opbrengen. Althans, dat dachten we. Want juist die huizenprijzen bleven stijgen, en dat was dat mooie eraan. Je werd rijker door iets te kopen met geleend geld. Dus dat deden we ook massaal. Dat was sterker, je was oerstom als je dat niet deed. En ik heb dat natuurlijk ook gedaan in 2006. Door heel veel geld te lenen, veel te veel. Dus ik barst van de schulden echt. Gelukkig staat er ook wat waarde tegenover zo'n schuld. Dat is eigenlijk waar je altijd mee over moet nadenken. Een schuld staat aan de ene kant van de balans. Aan de andere kant van de balans staat de activa, zeg maar. Het bezit. Het bezit is het huis en het huis is gelukkig meer waard geworden. En wat ook handig is, is dat ik die rente op die schuld kan betalen. Althans, ik, mijn vrouw doet dat. Ik ben die arme ondernemer, die verdient niet genoeg. Mijn vrouw doet dat wel gelukkig. En hoewel het ook een kenmerk is voor een schuldenaar, die heeft namelijk dat het vrouwenkostwinner is, las ik vanmiddag toevallig ergens. Goed, bij ons gaat het in ieder geval goed. Dat principe van die huizenkoper, dat snappen die zakenman, die snappen dat natuurlijk ook in de jaren 80, met name in de jaren 90 en begin van de jaren 0. De vastgoedmannen, dat is natuurlijk in alle vormen en maten gezien, vaak met gepomardeerde haartjes. In Amsterdam al of niet rondrijden op scootertjes, althans de makelaars. En zij hebben goud geld verdiend in de goede jaren. In de jaren 90, begin jaren 0, ik werkte toen voor het zakenblad Quote, werd die beroemde rijkenlijst er bijna mee afgevuld. De ene rijke zakenman, vastgoedman, maar de andere die kwam erop en het leek niet om te kunnen. Ze vlogen overigens weer net zo snel er vanaf toen het minder ging, want dat kwam minder aan, omdat zij allemaal hun vermogen hadden opgebouwd, hun vermogen dus aanhalingstekens, met heel veel schuld. En die schuld konden ze niet terugbetalen toen de klad erin kwam. Vastgoedportefeuilles gefinancierd met totaal vreemd vermogen. Gewoon omdat het kon in die tijd. En omdat banken dat allemaal leden, kon het allemaal financieren. Dat is een beetje het idee ook, want schuld maken wordt ons eigenlijk heel erg makkelijk gemaakt. Zeker in Nederland. Niet alleen door de geitenwolle sokkentypes zoals Dirk Scheringa, die in de jaren 90 laaggeprijsde leningjes u al aan heeft bevolen. En wellicht liefde trouwens eentje afgenomen ooit. U durft vast niet de vinger op te steken. Maar een Dirk Scheringa lening. Percentueel moet er iemand met een Scheringa lening in de zaal zitten. Jokkenbrokken volgens mij. Dat principe van die man was natuurlijk een hele lage lening en hij verkocht er nog iets anders bij, een verzekeringetje. Maar dat was
was wel een heel prijzig, ingewikkeld ding. Daar werd je mee pak genaaid. Maar het was wel makkelijk. Je kon heel makkelijk lenen en dan een mooie flatscreen kopen. Nou, up naar Dirk. En dan had je dat geld met een verzekeringetje. En een hoppakee. Daar had je dat ding in je huiskamer hangen. Instant gratification. Een hoppakee. Druk, die werkte. En ging er nog meer voor komen. En de overheid is eigenlijk misschien ook wel de grootste drugsleverancier in dit land. Want dat doen ze door subsidies te verstrekken. De belangrijkste subsidie is die hypotheekrenteaftrek, waar ik ook zo heel plezier gebruik van maak. Je kunt als huizenbezitter de rente op je hypotheek aftrekken. Dat is een subsidie. Dankjewel, Belastingdienst. Bedrijven profiteren er ook van. Ze kunnen rentekosten aftrekken van de belasting. En dat doen ze natuurlijk ook met heel veel plezier. Samen vormen we onze schulden, die van bedrijven en van privépersonen zoals ik, de private schulden in Nederland. En daar hebben we er behoorlijk wat van. Als we met elkaar 1300 miljard, oftewel 1,3 triljoen, dat is een flink getal. Over die private schuld, gek genoeg, hebben we het heel erg weinig. Er wordt altijd gesproken over de overheidsschuld. Die moet afgelost worden, die moet kleiner worden, dus moeten we bezuinigen om te zorgen dat we meer kunnen afbetalen. Toch is die overheidsschuld aanzienlijk kleiner, die is zo'n 460 miljard. En toch hameren die kabinetten erop dat we moeten bezuinigen. Het bezuinigingsbeleid leidt er eigenlijk toe dat we met z'n allen veel minder in staat zijn om onze eigen schulden weer af te betalen. Want geld dat je wat ervoor zorgt dat ze gaat bezuinigen, dan gaat het inkomen omlaag. Inkomen wat omlaag gaat, kan je niet besteden aan afbetaling van je eigen schuld. Kortom, dat heeft een neerwaartse spiraal tot gevolg. Het beleid van Balken en Rutte. Helaas is dat het gevolg geweest. Gelukkig gaat het nu weer iets beter. Niet ondanks deze kabinetten dus. Maar goed, het kenmerk van schulden is toch wel dat je ze uiteindelijk terugbetalen. Dat vinden banken met name ook. Die overigens heel mooi aan verdienen natuurlijk. Sterker, ze hebben natuurlijk aan het opknippen en herverpakken van schulden ongelooflijk veel geld verdiend voordat het jaar 2008 aanbrak. En deze activiteit vormt ook eigenlijk het opknippen en herverpakken van die schulden is eigenlijk de kern van die grote financiële crisis waar we nog elke dag mee worden geconfronteerd eigenlijk. Het probleem met die schulden is dus dat ze moeten terugbetaald worden. Banken willen dat, mensen willen dat, bedrijven willen dat, en eigenlijk willen we dat van elkaar ook. Hè? Dus daar zit een toch te knelen. Want te veel schuld kan die boel aardig verzieken. Letterlijke zin. Je kunt aan een schuld, een te grote schuld, echt mentaal en lichamelijk ziek van worden. Er zijn mensen die zelfs door van torens afspringen of van rotskliffen of op andere wijze een einde aan hun leven maken. Dat is in en in triest een te grote schuld. En dat is niet alleen op persoonlijk vlak zo, dat is ook zo in hele economieën. Die kunnen kampen met te grote schulden. Landen kunnen er door de knoppen geholpen worden. We hoeven alleen maar naar Griekenland te kijken om te zien wat voor enorm lijden daar aan de hand is. En wat de gevolgen van te grote schulden zijn. Meer dan 60% werkloosheid onder de jongeren. En het maar niet kunnen afbetalen. En daar worden ze wel door toe gedwongen. Schulden. In het verleden begonnen er oorlogen om. En wie weet, gaat dat ook wel eens gebeuren. De grootste crisis van de vorige eeuw, de Tweede Wereldoorlog, is aan schulden te wijten. Het verdrag van Versailles, over het algemeen wordt dat door de historici, kijk even naar Rutger, knikt wel instemmend, toch wel gezien als het kiem van de Tweede Wereldoorlog. Het verdrag van Versailles was eigenlijk een verdrag wat een schuldenlast bij de verliezers van de Eerste Wereldoorlog neerlegde, die niet op te brengen was. Dat resulteerde uiteindelijk in alles wat erna kwam en dus in de Tweede Wereldoorlog. Dat ga ik niet helemaal uitleggen hier. Het gaat mij. U weet ongeveer wel wat daar aan de hand is geweest. Enfin, je mag je daarom afvragen hoe we ons kunnen weren
tegen schuld. Ofwel, het thema van deze avond is hoe vecht je tegen schulden. Ik denk om te beginnen, eerlijk gezegd, door vooral vooraf beter te beseffen wat deze middelen teweeg kunnen brengen. Wat er gebeurt er als je geld leent? Het belangrijkste namelijk is wat ik al zei, dat je schulden kunnen afbetalen. Dus je hebt goede schulden en je hebt slechte schulden. Schulden die je niet kan betalen zijn slecht. Schulden die je wel kan betalen. Ja, dat is een heel simpel principe. Maar dan kan natuurlijk ook wel wat anders mee gebeuren natuurlijk. Een schuld die in het begin goed is, kan gedurende de looptijd slecht worden. Omdat je je baan verliest. Of dat er iets in je leven gebeurt. Maar laten we eens even daarvan abstraheren. Het gaat goed, het blijft goed gaan of de positie blijft hetzelfde. Wie brengt ons eigenlijk dat besef, dat is eigenlijk een heel belangrijk element wat mij betreft. Wie brengt ons dat besef bij van wat schulden teweeg kunnen brengen? Is het normaal dat je, als je televisie ziet en je ziet een reclamespotje van de B-kamp van Dirk Scheringa, dat je gelijk met Dirk loopt, €5000 leent en dat in die tv koopt? Dat is een tijd normaal geweest, maar is het ook normaal? En wie vertelt ons dat dat misschien risico's met zich meebrengt? Ja, tegenwoordig staat het natuurlijk onder de lening. Geld lenen kost geld, maar dat was in de jaren 90 niet het geval. Maar laten we even teruggaan naar dat schuldbesef en wat of je schulden moet maken. En ja, waarmee en waarvoor en hoeveel. Ik vind dat daar eigenlijk iets te weinig aandacht aan wordt besteed. Hoewel wij wel een cultuur hebben, een Calvinistische cultuur die ons daarvoor behoedt in zekere zin. Maar ik heb geen kant-en-klare hek, zeg maar, om te zeggen van zo en zo moeten we dat aanpakken. Het is een kwestie van die cultuur ook onderhouden wat mij betreft. En dat wij elkaar bijbrengen dat je niet zomaar schulden moet maken om die ellende te voorkomen. Maar goed, er zijn dus, zoals ik al zei, ook gevallen waarbij je natuurlijk pech hebt gewoon in het leven. Dat kan iedereen overkomen. Waarbij de schuld die je eerst wel kan betalen en is ondraaglijk wordt. Of dat er een crisis heeft plaatsgevonden waardoor opeens zaken ondraaglijk zijn geworden. Of dat kan natuurlijk ook, want kijk naar Griekenland, dat er gewoon echt een dysfunctioneel land is waar gewoon echt veel te veel is uitgegeven. Over een lange periode, dat er gefraudeerd is ook nog eens. Dat de boel eigenlijk besodemieterd werd. Op die manier een land, een heel land, onder een schuld gebukt gaat. Moeten we daar dan toch heel streng op zijn, omdat zij de boel hebben besodemieterd? Of mag je iemand die alleen maar buiten zijn eigen schuld, het woord schuld wordt hier nu een beetje verwarrend. Dat haalt iedereen ook al net aan. Buiten zijn eigen schuld, zeg maar, die schuld op zijn schouders moet torsen. Mag die dan, mag daarbij de schuld kwijtgescholden worden? Want daar wil ik naartoe. Schuld, mag schuld, of behoort schuld misschien in sommige situaties, kwijtgescholden te worden? En daarbij keer ik toch weer even terug naar de Tweede Wereldoorlog. Die grootste crisis van de 20e eeuw, die werd eigenlijk afgesloten met iets wat heel verstandig was. Want men wilde datzelfde verhaal van voor de Tweede Wereldoorlog niet herhalen. De schulden van de verliezer, Duitsland, werden kwijtgescholden door de vijanden van Duitsland. Of door overwinnaars. En dat is eigenlijk waar het hier om gaat. Wij verkeren niet in oorlog met Griekenland. Ze zijn de verliezer van een grote, enorme crisis. En toch zijn wij niet in staat om dat land voor een deel, althans al, die schuld te vergeven. En dat is eigenlijk misschien wel een van de grootste lessen van de Tweede Wereldoorlog, die met name het land Duitsland niet geleerd heeft. Simpelweg vergiffenis. En dat is ook weer iets heel bijbels. En dat is wat mij betreft de hek die er is om schulden, om daarvan af te raken. Ze kunnen kwijtschelden, ze ook kunnen vergeven. En daar, dat is het einde van mijn praatje. Dank u wel. Ja, dames en heren, buitengewoon grote eer en leuk om hier te mogen spreken. Na de verdoemenis van Erik wou ik graag het verlossing brengen. En ik wil dat doen eigenlijk door het te hebben over
een idee, een heel groot idee, een heel oud idee, dat eigenlijk een beetje maling heeft aan de gedachte schuld. Het begint eigenlijk bij de overtuiging dat we extreem rijk zijn. Rijker dan nooit. Rijker waren we zonder nooit. Omdat we op een moment aangekomen zijn in de geschiedenis dat we ons allerlei dingen kunnen gaan permitteren. Dingen die vroeger nog niet konden. Dingen die vroeger nog een utopie waren. Een soort van droombeeld van paradijs die we ons niet kunnen realiseren. Dus die we konden permitteren. Maar nu wel. Nu heb ik een heel leuke afspraak met de meneer daar, dat ik doe af en toe zo, en dan krijg ik de nieuwe, kijk, wonderlijk hè. Dus als u denkt, wat is dit hier nou raar te draaien de hele tijd, dan dit betekent trouwens weer terug, maar dit is inderdaad de man waar ik het allemaal van heb. Van het grote idee waar ik het over wil hebben, dat heb ik niet zelf verzonnen, dat is deze beste vriend, Thomas Paine. U kent hem misschien, niet persoonlijk vermoed ik, want hij is al 200 jaar dood. En Thomas Paine was eigenlijk een van de eerste die ermee kwam. Amerikaanse vrijdenker. Het fascinerende is, als je zijn geschriften gaat lezen, dan vind je eigenlijk allerlei dingen terug die wij nu gewoon beschaving noemen. Hij was bijvoorbeeld tegen de slavernij. Hij was voor gelijkheid van mannen en vrouwen. Hij was voor progressieve belastingen, iets wat toen er nog helemaal niet was. Maar hij was ook dus voor het ene idee waar ik het over wil hebben. En er waren er nog een paar. Daar komt hij. Als het goed is, ja, deze vriendelijke vrienden waren er ook voor. Helaas allemaal mannen, sorry. Ja, dat is een beetje met de wereldgeschiedenis, is dat op een of andere manier vrouwen voortdurend de mond werden gesnoerd. Dit zijn een beetje alle grote denkers in de wereldgeschiedenis die voor dit idee waren. Wat vooral opvalt is dat het zo'n diverse club is. Dus die zien we allemaal. We zien Milton Friedman, linksboven. De jongen van de vrije markt, of profeet van de vrije markt. Maar we zien ook linksonder Bertrand Russell. Een van mijn favoriete denkers. Ja, nogal radicale wat linkse jongen. We zien ook Martin Luther King. We zien natuurlijk van een hele diverse club was hier voor te porren. Wat is dat dan voor idee? Wat is dat dan voor idee dat we vanuit gaan dat we rijker zijn dan ooit? En dat we eigenlijk een utopie kunnen gaan realiseren die vroeger nog niet kon. De meeste mensen. Voelt het natuurlijk al een beetje aankomen, die noemen het gewoon het basisinkomen. Dat is de meest populaire naam. Sommige mensen zeggen burgerschapsdividend, zoiets. Ik heb ook zelf nog een andere naam ervoor, dat is gratis geld voor iedereen. Ik vind dat zelf een iets aantrekkelijkere benaming, niet alleen omdat het wel grappig klinkt, maar ook omdat het wat meer suggereert dat we het hier niet zozeer hebben een strakke blauwdruk, iets wat we morgen kunnen gaan doorvoeren, dat even niet wordt doorgerekend door het CPB en dan, nou ja, klaar is voor implementatie. Maar dat we het eigenlijk meer hebben over een denkrichting. Een hele radicale, hoopvolle denkrichting die dus uitgaat van overvloed, die uitgaat van allerlei dingen die nu nog een beetje ketters zijn. Maar die je dus ook heel stapsgewijs kan gaan toepassen. Je hoeft helemaal niet te denken van, oh, we kunnen er pas in 2050 wat mee. Nee, we kunnen er eigenlijk morgen al wat mee met deze denkrichting. Gratis geld voor iedereen. Laat ik eerst even heel kort schetsen wat dan, voor degenen die het niet weten, wat dan de basale droom is, de basale utopie waar die Thomas Paine, Milton Friedman en noem maar op al van dromen. Nou, heel simpel eigenlijk. Het basisinkomen is een universele toelage, dat je maandelijks gestort krijgt. Het is onvoorwaardelijk. Dat is heel cruciaal, dus je hoeft er niks voor te doen. Niemand gaat je zeggen mee moet doen, wat je ervoor moet doen. Het is helemaal vrij wat dat betreft. En het is ook individueel. Dus je krijgt het of je nou man of vrouw. Nou ja, eigenlijk de enige echte voorwaarde is dat je een hartslag hebt. Als je geen hartslag meer hebt, dan kan je niet rekenen op een basisinkomen, helaas. Dat is dus de basale gedachte. Het moet genoeg zijn om in ieder geval van te leven. Voedsel, dak boven je hoofd, kinderen naar school sturen. Dat is de basale gedachte. Er zijn natuurlijk altijd discussies van hoe hoog moet het dan zijn. Sommigen zeggen 700 euro in de maand, anderen zeggen 1500 euro in de maand. Daar wil ik het allemaal niet over hebben vandaag. Want ik vind het eigenlijk nog belangrijker, voordat we dan die hele ingewikkelde discussie beginnen over kan dat wel, en is het wel doorgerekend, kunnen we het wel betalen, et cetera, et cetera. Vind ik het leuker om dit te gaan beschouwen als een denkrichting.
En die denkrichting werkt dan eigenlijk als volgt. Dat gaat uit van een aantal principes. In de eerste plaats is het basale principe van de denkrichting van gratis geld voor iedereen, dat bijvoorbeeld armoede, dat niet zozeer een karaktergebrek is, maar eerder geldgebrek. Als je een geldgebrek wil oplossen, daar heb je een vrij eenvoudige oplossing voor. Geef geld, dan los je het op. Dat is een beetje de denkrichting. En dit is dus een denkrichting die allang geen echte vage utopie meer is, maar volop wordt toegepast. We zien dat in landen van Brazilië tot Mexico, Zuid-Afrika en India, lopende hand wordt geëxperimenteerd met een heel nieuw van sociale zekerheid. U weet ongetwijfeld, in Nederland hebben wij een sociale zekerheid die volledig gefixeerd is op de arbeidsmarkt. Mensen zo snel mogelijk weer in een betaald baantje duwen, of dat nou een zinvolle baan is of niet, dat maakt ons vaak niet zoveel uit. In die zuidelijke landen ontstaat een sociale zekerheid die onvoorwaardelijk is. Soms met een kleine voorwaarde, dus moet je kinderen naar school sturen of moet je kind vaccineren of zo, maar vaak ook onvoorwaardelijk. Vanuit de gedachte dat mensen zelf het beste weten wat ze met hun leven moeten. Dat vind ik zelf ook een van de fascinerende dingen en dat verklaart wellicht ook waarom zoveel diverse denkers hiervoor waren. Het gaat echt dwars door de politieke scheidslijnen heen. Dus je ziet heel linkse mensen die zeggen van ja, je moet de armoede eigenlijk uitroeien. Maar je ziet ook heel rechtse mensen die hiervoor zijn. Die zeggen van ja, je moet de vadertje staat moeten tellen. We moeten ophouden met dat gebeurtenis. We moeten ophouden met die hele vernederingsindustrie die de sociale zekerheid is geworden. Het is dus ook een concrete denkrichting aan het worden. Het wordt toegepast, het blijkt te werken. Het is heel veel wetenschappelijk onderzoek dat dit veel effectievere vormen van armoedebestrijding zijn. Al die cursussen, al die voedselhulp, en noem maar op. Een favoriet doel van mij, dat kent u wellicht als een ontwikkelingshulpdoel. De naam daarvan is Give Directly. De naam zegt het volgens mij al even. Wat zij doen is gewoon rechtstreeks centen factureren naar echt extreem arme mensen in bijvoorbeeld Oeganda of Kenia. Wat kregen zij toen zij daarmee begonnen voor kritiek van bijvoorbeeld UNICEF en zo? Ik zei, het gaat niet werken, die mensen worden lui. Die weten niet wat ze met hun geld moeten en dat werkt helemaal niet. Je moet juist mensen in de dure SUV's daar naartoe sturen en dan laten uitleggen dat ze dus over hen moeten vasthouden, et cetera. Dat was de reactie van concurrerende organisaties. Inmiddels blijkt uit onderzoeken van bijvoorbeeld GiveWell, heel toonaangevende denktank, dat dit zo'n beetje de beste ontwikkelingsorganisatie ter wereld is. Staat op nummer 1 in die ranglijst van GiveWell. Dus dat mensen juist donders goed weten wat ze met hun ze hebben het alleen. Kan je zelf niet aan je haren uit het moeras trekken, zeggen ze dan, als je koud bent. Kortom, dat is denk ik de reden waarom wij daar ook over zouden moeten nadenken. Over deze vorm van armoedebestrijding. Gewoon heel concreet, het werkt. We zouden er stap voor stap mee kunnen experimenteren. Er zijn al heel veel gemeenten in Nederland ook die geïnteresseerd zijn. Meer dan 10 geloof ik inmiddels die met dit soort experimenten aan de gang willen gaan. Maar er zijn ook filosofische redenen. Misschien wel abstracte redenen waarom we hierover moeten nadenken. En dan wil ik eigenlijk beginnen bij deze man. U kent hem ongetwijfeld, de grootste econoom van de 20e eeuw. De man die voorspelde dat het allemaal mis zou gaan na de Eerste Wereldoorlog met het Verdrag van Versailles. En dit is John Maynard Keynes. En wat Keynes deed in 1930. Is een heel beroemd, bijzonder essay schrijver. Ik weet niet of u het kent. Het heet Economic Possibilities for our Grandchildren. Kent iemand? Het is geweldig, want dan heeft u een schitterend mooi stuk dat u straks thuis kan gaan lezen. Economische mogelijkheden voor onze kleinkinderen, het gaat eigenlijk over de dag van morgen. Over 2030. Keynes schreef dus in 1930. Over de vraag van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk als we in de toekomst steeds rijker zullen worden? Het was toen een beetje slechte tijd. Het was depressie. We waren moeilijke tijden als arm. Maar hij zei van, nou, we komen daar wel overheen. En op een gegeven moment... wat Keynes dacht is, we staan er nu slecht voor in 1930, maar het zou kunnen dat we
steeds rijker worden in de komende tijd. En hij schatte dat op nou dat we wel zo'n 4 tot 8 keer zo rijk zouden kunnen worden tot aan 2030. En dat is min of meer gebeurd. We zijn nu, zoals u misschien weet, we zijn ongeveer 5 keer zo rijk in termen van het BBP als in 1930. Maar Keynes voorspelling ging verder. Dat bedoel ik in een heel bijzonder essay dat hij in 1930 schreef. Hij zei van, stel dat we nou een groot deel van die welvaart, dat we die omzetten in vrije tijd. Maar in tijd voor het goede leven. Hoe lang zal de werkweek dan zijn in 2030? Hij dacht ongeveer 15 uur. Dat klinkt redelijk absurd. Ik hoor een beetje grinniken. Maar dat was op dat moment een volstrekt redelijke voorspelling eigenlijk. Van 1850 tot 1930 was die werkweek gestaag gekrompen. Het was dan ook logisch dat die krimp verder zou gaan. Keynes zei, nou ja, als we niet al te domme dingen doen, weet je wel, geen grote oorlogen beginnen, niet bezuinigen in crisistijd, dan komt het wel goed. Nou, we hebben wel een paar foute dingen gedaan, Tweede Wereldoorlog, kabinet Rutte en zo. maar toch, inderdaad, we zijn 5 uur zo rijk geworden, dat is allemaal goed gekomen. Maar het is toch niet gebeurd. We hebben niet die 15-uurige werkweken. Sterker nog, heel veel grote science fiction profeten, trendwatchers in de jaren 60 zijn, weet je, het grote probleem van de toekomst, dat wordt verveling. Weet je, wat gaan we in godsnaam doen met al die vrije tijd als die robots ons werk doen en zo? Wat gaan we dan doen? Dat was het grootste probleem van die tijd. Dus Isaac Asimov schreef een geweldig essay in 1964. Wat is de grootste beroepsgroep in 2014? Daar ging zijn essay over. Dat zijn de psychologen. Nou, dat klopt helemaal, had hij gelijk. In Nederland heeft de hoogste psychologendichtheid ter wereld. En waarom, zei Asimov? Nou, het zijn allemaal mensen die super verveeld zijn. En die worden dan helemaal depressief. En daarom hebben ze zo'n psycholoog. Dus de grap is eigenlijk, hij heeft gelijk gekregen, maar op precies de verkeerde reden. Je leest nu aan de lopende band in de krant van, nou ja, zoals mensen van mijn leeftijd met burn-outs, depressie en stress, het is allemaal in opmars. En het enige wat Lodewijk Asscher organiseert is een week van de werkstress. Maar dat is iets voor een andere lezing. Dus het is ingewikkeld. We hebben niet die 15-uurige werkweek. De grote vraag is dan natuurlijk, waarom? Wat hebben we fout gedaan? Welke afslag hebben we verkeerd genomen? Ik denk dat het ergens gebeurd is in de jaren 80. Je ziet dat ook wel voorzichtig in de statistieken. Wat is er vanaf de jaren 80 gebeurd? Nou, allerlei dingen. De ongelijkheid is gegroeid in de westerse wereld. De Reagans en de Thatchers zijn aan de macht gekomen. De vrouwen hebben de arbeidsmarkt veroverd. Ja, er zijn ook leuke dingen gebeurd. Maar vanaf dat moment is die krimp van de werkweek ook gestopt. Er zijn er traditioneel altijd twee verklaringen voor. De eerste verklaring is verreweg de populairste. Die hoor je eigenlijk overal. Maar dat zegt het eigenlijk ook over. Dat is de verklaring van het consumentisme. Dus hoe vatten we dat samen? De Fight Club doet het geloof ik zo. We kopen troepen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die het stom vinden met geld dat we niet hebben. Dat is zeg maar een beetje wat we doen. Dit is verreweg de populairste verklaring, hoor je overal. En er zit ook wel een kern van waarheid in. Inderdaad, die schuldniveaus zijn gestegen. We hebben onwaarschijnlijk veel troep, waar we helemaal ziek van worden. We worden ineens gelukkig van. Ook niet zo interessant. Dus dat is wel waar op zich. Maar is het ook de verklaring voor die lange werkweken? Dat is een grote vraag natuurlijk. Een tijdje geleden verscheen een essay van een Amerikaanse antropoloog die ik extreem bewonder. David Graeber, die trouwens het beste boek over schuld heeft geschreven. Schuld de eerste 5000 jaar. Lees dat en dan ben je min of meer klaar. Maar hij schreef ook een essay over wat hij noemde, en nu komt een heel wetenschappelijke term, het fenomeen bullshit jobs. En het interessante aan bullshit jobs is eigenlijk dat, de definitie is heel belangrijk dat ik even zuiver pak. Een bullshit job is een baan waarvan degene die hem heeft zelf zegt als ik morgen niet op mijn werk kom, is dat niet heel erg. Dat is een beetje een bullshit job. Dus de wereld wordt niet lelijker of leger of armer als ik stop met werken. En ik dacht aanvankelijk toen ik dat essay las, van nou, dat is een leuke gimmick of zo. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet vinden in de statistieken. Weet je, het CBS houdt een aantal bullshit jobs niet bij. Dus geen empirisch bewijs voor, dus dat zal dan niet zoveel voorstellen.
Maar ik schreef er toen een stuk over. En tot mijn verbazing kwam er een kleine biechtindustrie op gang. Ik kreeg allemaal tweets, Facebook-berichten en e-mails van mensen die zeiden van... Wat heb ik ook? Dat bleek echt een heel veel voorkomend fenomeen te zijn. Ik ging ook een beetje kijken in wat andere enquêtes. En dat blijkt inderdaad wel dat zo'n 30-40% van de werknemers in Nederland zegt ja. Ik vind mijn baan niet zo belangrijk. Ik ben er niet enthousiast over. Ik geloof niet echt dat het... Het interessantste vond ik dat als je dan keek van... Wie waren dat dan, die mensen die dat zeiden? Dat waren geen mails van leraren of verplegers of vuilnisman of zo. Het waren eigenlijk structureel mails van mensen die hoog opgeleid waren. Dus die voldeden aan het ideaal van Alexander Pechtold's kenniseconomie. Onderwijs, onderwijs, onderwijs hadden ze genoten. Dus dat zat helemaal snor. En ze verdienden goed. Ze hadden een leuk inkomen. Er is niks meer aan de hand. En toch hadden ze aan het eind van de dag het gevoel van ja. Ik kreeg een mail bijvoorbeeld van een fiscalist die werkte op de Zuidas. En die zei, ja kom eens langs, dan geef ik je een rondleiding op de bullshit. Ik gaf een lezing op een congres voor 200 consultants en toen kreeg ik heel veel mensen achteraf, een biertje bitterbal, dat komt een beetje los natuurlijk, en er zei op een gegeven moment iemand tegen mij, die zei van ja weet je, ik heb helemaal geen bullshit job, ik heb een part-time bullshit job. En dat werkt als volgt, dat blijkt een heel veel voorkomend verdienmodel te zijn in Nederland. Je werkt, betaald, en dat werk vind je onzinnig, maar daar verdien je volgens geld mee. Pro-bono-klussen gaan doen. Dus je financiert eigenlijk je echt zinnige werk, die de wereld mooier, rijker, beter maakt, die financier je met bullshit. Zeg maar het bullshit-verdienmodel. De journalistiek is ook heel gebruikelijk aan het worden. Dus hoe werkt dat? Je bent zeg maar onderzoeksjournalist. Nou, nog geen reden meer te verdienen, ik kan erover vertellen. Dus wat doe je? Je gaat zeg maar reclame maken, PR, bullshit schrijven voor bedrijven die je haat. Dat doe je. En dan heb je geld verdiend en dan ga je onderzoeksjournalistiek bedrijven naar precies dat soort bedrijven. Dat is een beetje het verdienen. Dit is best veel voorkomend. Dat is een documentaire maker tegen. Die had voor de VPRO een hele documentaire gemaakt over reclame en de jeugd en dat het allemaal naar de knoppen ging. Hoe had ze het gefinancierd? 3 reclames gemaakt. Dus dat is het fascinerende. Het is ook echt iets wat niet zou mogen gebeuren, schrijft David Graeber dan in het kapitalisme, weet je. Kapitalisme zou toch moeten afrekenen met bullshit, zou mensen toch moeten laten doen, veel vrijheid, et cetera. Je betaalt toch alleen dingen voor dingen die je echt belangrijk vindt. Ik heb samen met mijn collega Jesse Frederik, waarmee ik dat boekje heb geschreven, op een andere manier bedacht van ja, een soort van bullshit detector gevonden. En dat hebben we aan de hand van het volgende voorbeeld gedaan. U heeft het misschien wel eens meegemaakt, u zat in de trein, of u zat... een stad of zo waar een staking was, laatst is het in Gent nog gebeurd. Eigenlijk is een staking de makkelijkste manier natuurlijk om te kijken of je baan echt belangrijk is. Ik weet niet of u wel eens heeft gehoord van een staking van social media consultants. De staking van veel mensen die intervisiebijeenkomsten organiseren over co-creatie in de netwerksamenleving. Dat komt niet super veel voor, volgens mij. Maar wat er wel vaak voorkomt, is een staking van vuilnisman. Dat is echt zo'n dienst waar we niet zonder kunnen. Dit is het voorbeeld New York 1968. Wat gebeurde er? Ja, grote staking. Na 6 dagen ligt de stad helemaal aan de knoppen. Gaat allemaal niet goed. Na 9 dagen winnen ze en krijgen een loonsverhoging. En vandaag de dag verdient de vuilnisman in New York $75.000 per jaar. Exclusief vakantiegeld. Dus die New Yorkers die hebben het inmiddels begrepen. Wij moeten soms nog een beetje wat lessen leren, zeker in Europa. Maar we kunnen er niet zonder. Vuilnismannen hebben geen bullshit job. Toen dachten we, is er misschien een ander voorbeeld? Van, ja, zou het wel eens gebeurd zijn? Bankiers die gingen staken. Ik weet niet of u dat boekje van Joris Luijmijk heeft gelezen. Waar nou ja, allerlei apocalyptische voorspellingen worden gedaan over. Weet je, als het financiële systeem was. Als die bankiers zouden stoppen met werken, dan... implodeert het hele zootje. Dat is vaak een beetje de suggestie. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat waar is. Ik heb wel één historisch voorbeeld gevonden van een staking van bankiers. Dit was Ierland 1970, de
bankieren die vonden, of de eerste bankiers vonden dat een loon achterbleef bij de inflatie en dachten, weet je wat, we noggen er gewoon mee. Dus wat er gebeurde is dat van één op de andere dag 85% van de geldvoorraad had achter slot en grendel zat. En alle economen eigenlijk, alle specialisten, alle financiële experts op dat moment, die zeiden, oké, dit gaat echt niet goed. Ik bedoel, dit is gewoon alsof je, hoe zeg je dat, het is een hartstilstand voor de economie, het hele geldsysteem is plat, het kan niet. De handel stort in. Dat is wat er had moeten gebeuren. Maar er gebeurt iets anders. Dat moet je misschien al een beetje aankomen. En ja, waar New York na 6 dagen helemaal plat lag, was de eerste economie na 6 maanden. Ja, dat ging eigenlijk wel lekker. Best goed. Die economie groeide zelfs door, volgens de economische planbureaus. Wat gebeurde er dan? Creëerden gewoon een eigen geldsysteem. Dus ze bleven gewoon IOU's, checks aan elkaar uitschrijven. Het vertrouwen bleef gewoon. Dat deden ze bijvoorbeeld op toiletpapier of op sigarendoosjes of weet ik veel wat. De Ieren houden van drank. Dus je had eigenlijk een heel netwerk al klaar liggen. De pubs, 15.000 lokale pubs, die prima die rol van die banken konden overnemen. Wat deed je dan? Nou, je ging naar de kroeg en dan zette gewoon de barman een stempel zo van ja, jij bent wel betrouwbaar. Dan die dan zegt, ja, blijkbaar als je handelt in liquide middelen, dan kan je ook wel iets zeggen over de liquiditeit van je klanten. Dus zo ging dat eigenlijk. En die economie ging gewoon door en op een gegeven moment kwamen die bankiers met hangende bootjes terug. Oké, we gaan wel verder. Nou, wat leert ons zo'n verhaal nou? Natuurlijk niet dat we zonder financiële sector kunnen. Ik bedoel, anders hadden die Ieren niet meteen zelf een financiële sector uitgevonden. Maar wat het wel leert, is dat de banken misschien wel ons meer nodig hebben dan wij de banken. En wat het ook leert, is dat er blijkbaar enorm veel bullshit zit in die hele financiële industrie. In die hele schuldenindustrie, waar we misschien wel zonder kunnen. Waarom vertel ik nou dit hele verhaal over bullshit versus ja, echt zinnig werk? Het is een belangrijke reden voor, in de zin dat ik denk dat het verdienmodel zoals we die nu hebben, de sociale zekerheid zoals we die nu hebben, eigenlijk eindeloos bullshit blijft faciliteren. Ik zei al, we hebben een sociale zekerheid die mensen liever in een zinloze bullshitbaan duwt, dan een echt zinnig vrijwilligerswerk bijvoorbeeld laten doen. Ik kan wat voorbeelden geven, een tijdje geleden was een man in Almelo die vrijwillige camera werkt tegen de kerk. Nou, mag natuurlijk niet, hè. Als je in de WW zit, mag natuurlijk niet zomaar vrijwilligerswerk gaan doen. Dus 6 maanden gevangenisstraf geëist. Ja, zeker, dames en heren, dit is Nederland. Een vrouw die in Rutte kankercentrum voor ja, terminale mensen, 40, 50 uur in de week is ermee bezig, enorm belangrijk werk volgens mij. Maar ja, de sociale dienst zegt, ja, dat is geen betaalde baan. Weet je, dat zien wij niet in het BBP, dat komt niet terug in de prognoses van het CPB. Dus moet je even mee stoppen. Je moet nu naar een cursus van het UWV, waarvan wetenschappelijk is aangeteld dat je werkloosheid nog verder zal verlengen. Je kans groter is dat je ook depressief wordt. Dat is een beetje omdat we steeds doen alsof alleen betaald werk echt werk is. Maar het wonderlijke is dat we in een wereld aankomen, ja, waarin de robots en de slaven in Bangladesh steeds meer van het echte werk doen. En waar inderdaad de leraren, de verplegers en de vuilnismannen die vaak het minste verdienen, veel van het echte werk. Het is een beetje, ik zeg David Graeber dan op een gegeven moment, het is een beetje alsof we tegen die leraren en die vuilnismannen en die verplegers zeggen van, ja, jullie doen ook zo'n mooi werk. Niet om ons een goed salaris verwachten. Dus we zijn enorm rijk in welvaart en we zijn enorm arm geworden in zingeven. En ik denk dus dat we daarom heel anders moeten gaan nadenken. Vrij utopisch, vrij radicaal, hoewel we wel stap voor stap dus kunnen gaan experimenteren over een heel andere manier van het verdelen van de welvaart, een heel andere manier van het verdelen van de schuld. En dat begint bij de simpele aanname dat we meer dan rijk genoeg zijn om iedere Nederlander in ieder geval die basis te bieden. En dat is dus de gedachte van het basisinkomen. Het is echt een heel radicale gedachte. De filosoof is een heel radicale gedachte, omdat je ook afrekent met dat oude Calvinistische dogma. Je moet en zult werken voor je geld. Dat was ooit een mooi dogma, dat geef ik zo toe. Weet je, toen bijna iedereen nog in de landbouw werkte en toen het gewoon nog ploeter was. Of bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. Toen er zoveel mogelijk bommen, granaten, weet ik wat allemaal. Toen was bijvoorbeeld het BBP ook nog een prima maatstaf van vooruitgang. Maar vandaag de dag is dat, denk ik, niet meer zo.
En we kunnen het ons permitteren, juist omdat we rijker zijn dan ooit. Ik wil afsluiten met een citaat dat eigenlijk al sinds, ja, wat is het, halverwege de 20e eeuw wordt genoemd, als het over het basisinkomen gaat. Hij is van Victor Hugo. Stronger than a thousand armies is an idea whose time has come. Nou, dit zeiden ze dus in de jaren 50 en 60 al. U denkt, ja, dat basisinkomen, komt het er ooit nog? Ja, ik ben zelf historicus. Dus ik heb alle tijd. Ik ben er nog eens 27, dat scheelt ook. Maar ik denk wel dat we op dit moment voor een deel een beetje op een breekpunt zitten. Vooral omdat steeds meer mensen zich aan het realiseren zijn van misschien moeten we die eindeloze ideologische discussies over of dit nou werkt en of het te duur is en weet ik het allemaal. Misschien moeten we die even laten voor wat ze zijn. En misschien moeten we gewoon gaan experimenteren. Gewoon gaan hacken. Dankjewel. Yes. Link ligt tussen geld en werken. Begrijp ik dat goed? Nou ja, ik heb een boek geschreven, gratis geld voor iedereen en nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen. En het eerste idee dat gaat over de radicaal kortere werkweek. Betaalde werkweek, let wel. Ik krijg vaak die vraag van, oh Rutger, je bent voor de mindfulness samenleving en zo. En voor lekker luieren of zo. Nee, ik vind dat we meer moeten gaan doen. En niet dat we naar de ontspannen samenleving van GroenLinks moeten of zo. We moeten meer inspannen. Minder bullshit, meer echte dingen. Alleen ik denk dat de manier zoals het nu is ingericht, daar mensen vaak niet toe in staat stelt. En dat we heel vaak om 4 uur, 5 uur 's middags zitten rondzitten te surfen op Facebook of kijken of we nog een DVD-box sets kunnen downloaden die we toch niet gaan kijken of whatever. Dat is een compleet bladzijde geworden van die bullshit. Ja, het is heel vermoeiend. Dostoevsky heeft in een van zijn romans, heeft een soort van een beeld van hoe de hel eruit zou zien. En heel veel mensen denken aan de hel als een plek waar je brandt of zo. Maar hij zegt toch van de hel is dat helemaal niet. De echte hel is een plek waar je voortdurend zinloos werk moet doen. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen nu bijvoorbeeld in de bijstand met zo'n verplicht vrijwillige tegenprestatie. Dat je echt moet zinloos werk zijn, want anders verdrinkt het echt werk en dan wordt helemaal roemerboos en zo. Dus die mensen gaan helemaal kapot daar. Want het is zo vernederend en zo frustrerend om doosjes in elkaar te vouwen die toch weer weggeflikkerd worden, of liedjes uit documenten. Het wordt helemaal gek. Er is niks ergers dan bullshit. Ben jij overtuigd, Erik, als hardcore econoom, of in ieder geval echt opgeleide econoom? Nee, daar ben ik niet van overtuigd. Nee, ik vind het wel een prachtig idee overigens. En ik moedig de hek ook aan, hoor. Dus ik ben zeer experimenteel ingesteld. Maar ik ben wel sceptisch. Dus, om te beginnen denk ik eigenlijk altijd wel een soort van basisinkomen hebben, maar goed, dat stelt Rutger natuurlijk ook al. Dus er zit natuurlijk al een soort verplichting tegenover het basiskomen. Ik denk wel een helft stuk iets anders. Ja, dat is precies het punt, hè? Die verplichting. Dat is natuurlijk wel een element. En het kan zijn dat ik ook dat het voorkomen door training ben van dat Calvinisme, dat je iets moet doen inderdaad om geld, om je bestaan verzekerd te zien. Dat is ook eigenlijk ook al sinds het begin natuurlijk het geval. Je moet iets doen om bestaan op te bouwen, om het te kunnen, daarvan te kunnen verzekeren. Maar zeg maar, als ik even op bullshit jobs in moet gaan en zeg maar het niet verrichten daarvan, dan denk ik dat je een beetje in de buurt komt van een piramide die in de economische wetenschappen heel bekend is, de behoeftepiramide van Maslow, waarbij je eigenlijk de onderste is van de bevrediging en de bevrediging van basisbehoeften als warmte, voedsel, eten, drinken. Dus, en de bovenste plekje op de behoeftepiramide, dat is de zelfverwezenlijking. Dus dat is zinnig werk doen onder andere. Ik zou het heel erg fijn vinden als idee verwelkomen, want met beide armen natuurlijk, als de mensheid als geheel zeg maar in dat puntje terecht zou kunnen komen. Maar ik vrees dat toch, ik ben nog iets sceptischer over, dat toch heel veel mensen daar überhaupt helemaal niet mee bezig zijn aan zelfverwezenlijking en dergelijke. En dan kan ik het volgende voorbeeld bij geven. Mijn eigen ouders die werden in 1987 rijk. Ze waren eigenaar van een bedrijf dat verkocht computers. Dat hadden ze in de jaren daarvoor, in de tijd dat die computers heel populair werden, was er heel veel van weten te verkopen. En op een dag verkocht ze die hut, was er geld op de bank. En toen dacht ik ook, dus dan ga je iets zinnigs doen met dat
moet je met, je gaat, je hebt alle tijd, je hebt bovendien geld, gratis geld zou je kunnen zeggen, of geld is er, overvloed zelfs. En dat gebeurde niet. Nee, het gebeurde niet. Ik denk, maar dan kan het nou dat dat niet gebeurt. Je bedoelt je ouders niet? Mijn ouders gingen er eigenlijk niks zinnigs mee doen. mijn ouders die volharden in consumentisme, zou je kunnen zeggen. En herhalen van die aankoopverslaving. Dat heeft mij dus sceptisch gemaakt, omdat ik in mijn eigen ogen heb aanschouwd dat heel veel gratis geld, zeg maar, we hebben nog altijd wel hard voor gewerkt en zo. Dat heel veel geld op een enig moment niet wil zeggen dat je gaat streven naar dat zinnigheid en naar dus die zelfverwezenlijking, zeg maar, in het bovenste punt van die behoeftepyramide van Maslow. En sterker nog, ik vond eigenlijk dat dat er een enorm gapend gat, dat ze daarin terecht kwamen. Dat heeft mij eigenlijk, vanaf dat moment toen ik me dat ook realiseerde, in het begin vond ik al op dacht, goh, wat gaan ze een mooi huis wonen? Hé, papa koopt een Porsche. Ook leuk, papa, een zoontje een keertje meenemen en dan zoontje een keer stiekem lenen. Kastje enzovoort, nou fijn. Dat was in het begin alleen maar hele leuke dingen, maar uiteindelijk verveelt het en ik zag die verveling ook toeslaan bij mijn ouders en er kwam dus niks. Nou, vandaar dat ik dus sceptisch ben over het element die verwezenlijking. Ik zou het zo graag willen, sterker nog, ik heb ook gejankt dat het niet gebeurde, maar het kan dus dat niet. Je botst dus wereldbeelden. Jij vertrouwt er eigenlijk niet op dat mensen, als ze niet meer hun bullshit werk meer hoeven te doen, dat ze iets zinnigs gaan doen of iets moois gaan doen met hun tijd. Ik heb altijd wel een leuke manier om dat op te lossen. Ik merk wel vaak dat een van de reacties bijvoorbeeld is niet. Jouw bezwaar is meer van, ik wil, mensen gaan nog steeds onzinnig iets produceren of zo, zelfs als je ze een basisschap. Of als je ze niet meer dat calvinistische dogma oplegt. Heel veel andere bezwaren die ik ook vaak krijg is van mensen worden lui of zo. Je, mensen gaan dan gewoon niks doen. Het grappige is dan altijd dat als je mensen zelf vraagt van, wat zou jij doen met zo'n basisinkomen? Vooral, en dan heb ik het niet over mensen die heel rijk worden, na het verkopen van een bedrijf, dan maakt het niks uit. Maar mensen voor wie het echt een financieel verschil zou maken. Die zeggen zelf eigenlijk altijd van, nou, ik heb wel dromen en ambities en zo. En ik zou dan iets meer vrijwilligerswerk willen doen, iets meer zorg voor mijn kinderen en mijn man op. En als ik dan vraag, wat denk je dat andere mensen gaan doen? Ja, andere Nederlanders. Dan zeggen ze bijna allemaal, oh nee, dat gaat me niet werken. Ze zijn verspillen, ze zijn lui, et cetera. Nee, dat gaat helemaal niet werken. Weet je, ik kan dat wel aan, maar andere mensen. Dus dat is in Paul Snabel heeft dat met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. We zijn altijd enorm positief over onszelf. Vrij chagrijnig. Maar er is een simpele manier om dit dilemma op te lossen altijd. Je kan eindeloos gaan ouwe hoeren aan de bar over wat is de menselijke natuur, weet je wel. Zijn mensen goed of slecht? En dat deden we in de jaren 80 altijd, als het over de basisinkomen ging. Zoals ik net ook al zei, nu komt er een generatie aan die hele ideologische discussie overstaat. En zegt, fuck it, we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. En we gaan gewoon experimenteren. Dat gebeurt dus in heel veel landen. En dan zie je wel degelijk dat als je mensen opheft uit de armoede of het extra zetje geeft, dat er dan heel veel mooie en zinnige dingen gebeuren. Als het niet zo is, dan ben ik de eerste die zegt, oké, Erik, de invulling van het zoeken naar het wezenlijke. Hè? Dus ja, al denk ik dat het ook niet helemaal klopt. Hoor. Ik bedoel, de suggestie van de piramide van Maslow is een beetje van, weet je, eerst voedsel en dan opleiding en dan komt daarna de zingeving wel eens. Ja, ik denk dat die zingeving geeft toch wat voor zo'n zweven zit. Het is ook een benauwd beeld, hè? Het is geen beeld van overvloed. Dat bovenin, daar zit maar bij. Maar ook de suggestie dat zingeving een soort van luxe product is. Ik bedoel, nee, dat is ook zo. Het is een model, en zoals alle modellen in de economie, het zijn abstracties van werkelijkheden. Ik denk dat Rutger gelijk heeft dat het veel meer gewoon door elkaar heen loopt. En dat je ook als je nog dagelijks je behoefte moet voorzien met heel veel pijn en moeite, dat je toch nog ergens een zingeving kan doen. Ik hoor veel geroezemoes in de zaal. Jullie komen zo, want het loopt uit, hè? Dus ik zou het even kort houden. Ik wil jou nog even vragen, je krijgt heel veel weerstand, hè, op dat idee van een basisinkomen, ook van de powers that be. Kun je eens analyseren waarom je denkt dat dat wordt? Waar ze nou zo moeite mee hebben in dat idee? Ik denk dat we, laat ik in de eerste plaats zeggen dat politiek in Nederland, of überhaupt ideeënvorming in Nederland, gebeurt doorgaans op de marge van de vierkante centimeter, zeg maar. Het lijkt ook uit politicologisch onderzoek is dat partijen eigenlijk steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. Het is echt een verschilletje van een procentpunt in koopkracht of
wat doe jij in 2014? Oké, dan doe ik het in 2015, et cetera. Dus politiek is een soort van probleemmanagement geworden, technocratie. En we zitten eigenlijk allemaal, wat dat betreft, vast in een soort van die ideologie waar ik het over had, maar ik heb het niet door. En nou ja, goed, wat ik probeer met de utopieën is dat open te breken. Niet omdat ik 100% zeker weet of zo, integendeel, ik weet helemaal niet zeker, dat het werkt. Het is alleen, ik vind het hoopvolle denkrichtingen. Die inderdaad vaak haaks staan op ja, hele sterke dogma's. Overigens denk ik dat het wel meevalt in de zin dat het. Toen ik ermee begon met hierover te schrijven, en toen waren het eigenlijk alleen maar mensen die het helemaal prachtig vonden. En dat werd dan gedeeld op Facebook en Twitter en zo. Een geweldig idee. Ik ben juist blij dat ik uiteindelijk iets wat tegenstand krijg. Want in het begin werd het genegeerd. En dat is het allerergste. Weet je wel, als de bouwers het niet negeren, dan kom je nooit ergens. En nu komen allemaal van die vrolijke CDA-economen op de opiniepagina's van de Volkskrant die zeggen, oh, het is zo dom, en dat gaat echt als een idioot. En dan denk ik, yes! Weet je wel, dat moet ik eigenlijk playen. Ja, na begint het te komen. Ja. Ik ga even mijn microfoon aan de... Nee, jouw microfoon, sorry. Dat moeten jullie delen. Ga ik aan de zaal geven, want dan kunnen we vragen ophalen. Dus jullie zijn zeer welkom om vragen te stellen. Maar ik wil wel vragen om dat ook echt kort te doen. Dus een vraag is in mijn definitie één zin met een vraagteken erachter. Tony? Ik heb hier ook nog een briefje gekregen dat we tot kort over 10 mogen doorgaan. Dat is de deadline. Oké, goed. Het is nu 10:10, dus, nou, we hebben de tijd. 25 minuten. Vraag. Het werkt als volgt. Ik kom naar je toe en dan kan je vragen stellen. Kijk, en dat wordt ingewikkeld. Dat wordt voor iedereen langs. Oké. Jij wil ook daar en daar. Oké. Daarna ben jij aan het woord. Oké, dat is handig voor jou dat je het even uitkomt. Het werkt als volgt. Ik hou de microfoon vast. En zij bepalen wanneer ik hem weghaal en dan is ook het gesprek afgelopen. Hartstikke goed. Stel je voor. Ik heb een hele simpele vraag. Allereerst dank jullie wel. Je vertelde over een... met name Erik Smit vertelde over het basisprincipe van schuldverkiffenis, maar dat je niet per se een directe hek beschikbaar had. ING heeft laatst een vrij directe hek beschikbaar gemaakt. Ze hebben allemaal schulden die ze... waar ze geen zin hadden of mogelijkheid hadden om die af te betalen. En in stichting gestopt. De stichting had verder geen bron van inkomsten, dus die ging vrij snel failliet. En die zijn toen aangeklaagd en hebben van de rechter gelijk gekregen. En daarmee is er juridisch precedent geschapen. Dus stel ik nu voor, dat is mijn een beetje vraag in de zaal, zullen we eens al een stichting oprichten die verder geen enkele bron van inkomsten heeft? En mogen jullie allemaal, hypotheek, studieschuld, maak je aan, stoppen er allemaal in. En dan zou je dat een goede hek vinden om van de schuld af te komen? Ja. Nou ja, kijk, het wonderlijk van schulden sowieso, en daar zit deze hek al in, is je kunt beter een hele grote schuld hebben dan een kleine schuld. Je kunt beter 100 miljoen lenen dan 1 miljoen. Want 100 miljoen, dan is het voor een bank ook een probleem, die schuld. En voor die 1 miljoen of tonnetje gaan ze jouw leven kapot maken. Nee, dus dit idee zit een beetje langs die lijn, zeg maar, natuurlijk, maar om het, dat hele geheel daarin onder te brengen, kom je eigenlijk op een soort vorm van bankieren eigenlijk. Hè. Je gaat het op een andere manier herverpakken, zou je kunnen zeggen, en te graven brengen. Ik zou het een hele mooie hek vinden. Ja. Pak ze terug met een eigen, slecht je, pak je ze aan met een eigen wapen. Ja. Ik vrees dat ik toch snel ook weer een hekje terug heb om te leggen. Wil jij nog reageren of denk je dat is oké? Nou, je moet natuurlijk ook altijd wel blijven beseffen dat er ook nog zoiets is als wat economen nog graag noemen moral hazard. Dus als ik weet dat ik onbeperkt kan lenen en dat ik het toch nooit hoef af te betalen, dan krijg je natuurlijk een beetje eigenlijk wat de Grieken natuurlijk ook hebben gedaan. Ik bedoel, voor iedere roekeloze schuldenaar is er een roekeloze schuldeiser, maar het land heeft natuurlijk veel geleend. Dus dat moet je ook altijd in de gaten houden. Bovendien zou ik ook nog willen zeggen. De suggestie, of de gedachte die bij veel mensen toch vaak zit, is dat schuld iets slecht is. Maar als je het even wat abstracter of wat filosofischer bekijkt, stel je is een samenleving voor zonder schuld. Met helemaal geen enkele schuld.
Dat zou, als ze los zand uit één pan, dan zouden mensen, ook als ze bijvoorbeeld geen schulden hebben, verplichtingen, die hebben richting je ouders natuurlijk in abstractere zin, maar ook economisch gezien, ik bedoel, dat zouden we niet denken. Het is juist heel belangrijk dat er voortdurend schulden aangaan. Dat is ook, je kan het ook samenwerken noemen. Dat je al schulden, vermogen, de eens. Alleen het punt is, en dat is wat er vaak fout gaat. Mensen vergeten vaak dat geld uiteindelijk geen ding is, geen hard ding, maar een sociale technologie, een idee, een geloof. Ik zie jou knikken, de toekomst is altijd onzeker. Relaties veranderen, weet je wel, harten worden gebroken. En om de zoveel tijd moet je inderdaad naar reshuffle gaan. In de Bijbel is het heel mooi, dat schrijft het ook zeker over. Is de gedachte van eens in de 50 jaar moet je bijvoorbeeld een jubeljaar hebben. Je kan eindeloos schulden opbouwen, eens in de 50 jaar beginnen weer met een schone lijn. Dat bedenken, zeg maar, van beseffen dat geld, dat schulden gaat over geloof, over ideeën, over relaties. Dat ze soms vast moeten zijn, soms afbetaald moeten worden, soms ook niet. Dat besef misstaan. Oké, ik wil even nog iets vragen. Want jij had het over goede en slechte schulden. Is dat wat je ongeveer bedoelde? Dat is meer de kwalificatie gezien van wat je ermee kunt. En of je samen moet gaan. Of je jezelf moet kwellen met een schuld. Het is niet zo handig als je jezelf oplaat met een schuld die je eigenlijk niet kan betalen. Dus je moet erover nadenken. Even terugkomen op wat Rutger net zegt. Inderdaad, de schuld is eigenlijk een sociaal ding. En het zijn afspraken. Het zit eigenlijk in onze de wezen waarop wij met elkaar omgaan. Het zit helemaal ingeweven. Wat nu het mooie is, of eigenlijk waar schuld eigenlijk, laten we zeggen, op een heel ander platform wordt getild. Het is eigenlijk door geld, omdat het anoniem wordt. Een afspraak tussen elkaar. Hey, ik heb wat van jou geleend. En jij, dat is mijn buurvrouw. Kennen elkaar, ik weet dat jij het hard mag hebben. Daar zit die sociale factor tussen. Op het moment dat het geld wordt en het wordt opeens een anoniem ding, en jij relateert het via ergens vandaan, dan wordt het een abstractie. Dat is waar eigenlijk die abstracties, maar ook in de financiële wereld, de amoraliteit en vooral ook de immoraliteit naar binnen komt zijn. Dat is eigenlijk waarom. Eigenlijk moeten nadenken over schuld als een sociaal principe eigenlijk ook. Ja. En dat we inderdaad niet zonder kunnen. Ja. Okay. Hoeveel vragenstellers wil je nog? Nee, ik ben hier. Hier, aan deze kant. Oh, aan die kant. Nee, want als de antwoorden zo lang worden, dan hebben we nog maar 2 vragenstellers. Dus dat is even... Sorry, ik dacht dat ze nog een kwartier hadden. Nee, we hebben niet zoveel tijd meer. Maar ik weet helemaal niet of er nog veel vragen zijn. Misschien is het goed om even te inventariseren. Ja, zijn er nog veel mensen met een vraag? Wil je ja, daar is nog een vraag stellen? Ja. Oké, dus dat valt okay, dan hebben we heerlijk de tijd. Okay. Stel je vraag. Ik heb een hele korte, maar... Ik heb een hele informatieve vraag. Je zei dat er allerlei testen waren gedaan met minimum- of basisinkomen. Zijn die er ook gedaan om te kijken hoe mensen met een goed toekomstperspectief of een goed inkomen al, hoe die daarop reageren? Of zij terugvallen naar... omdat er zo'n goede basis is, dat het minder interessant is om goede keuzes te maken in plaats van uit de armoede gaan. Het effect is inderdaad verreweg het grootste, zeg maar in de termen van levens veranderen als je arme mensen opheft uit armoede. Dat heeft enorme effecten. Heel goed voor de mentale, fysieke gezondheid. Mensen gaan meer onderwijs genieten, gaan meer verdienen, gaan vaak ook meer uren werken, moeten kinderen beter op. Het effect op mensen die al boven die armoedegrens zitten is veel beperkter. Dat is eigenlijk best logisch. Dus je hebt grote studies gehad in de VS en in Canada. Daar was vooral de vraag van stoppen mensen bijvoorbeeld met werken. En wat blijkt dan is dat ze een procentje of 3, 4, misschien 5% minder betaald gaan werken. Maar dat ruimschoots gecompenseerd wordt door meer vrijwilligerswerk, meer zorg voor elkaar. Noem maar op. Dus dan heb je het over dat soort effecten. Het biedt dan wat meer vrijheid om... wat dingen te doen die je ook belangrijk vindt. Sommige mensen vragen mij wel eens van ja, maar waarom wil je dat basisinkomen toch universeel maken uiteindelijk? Waarom zou iedereen het moeten krijgen? Ik zeg niet dat dat meteen moet door in de komende jaren, maar uiteindelijk is dat wel de utopie dat iedereen zou krijgen. En daar is wel denk ik een belangrijke reden voor. En dat noemen we in het denken over sociale zekerheid, noemen we dat ook wel het universalisme. En de gedachte is dan dat als je iedereen de voordelen geeft van sterke staat, sterke overheid of solidariteit, dat dan de legitimiteit van het systeem veel groter is. Dan heb je ook niet meer het stigma van jij hebt een uitkering, weet ik wat, op iedereen met een basisinkomen. Dus
Zelfs de miljonair heeft het. En dat blijkt ook uit het vergelijkingsonderzoek. Er is een enige omvangrijk paper geweest in de jaren 90 van twee Zweedse onderzoekers. Die lieten zien dat juist de landen die de meest universele systemen van sociale zekerheid hebben, waar zeg maar ook ja, de middenklasse al die toeslagen krijgt die ze eigenlijk niet nodig hebben, om het even tot samen te vatten. Dat juist in die landen de steun voor de verzorgingsstaat het sterkst is. Dus je hoort het heel vaak natuurlijk ook in de Nederlandse discussie van schat het allemaal af en je moet alleen de echt armen helpen. Dat begrijp ik op zichzelf wel. Maar als je dat gaat doen, dan op termijn is er helemaal geen solidariteit voor niks meer. Dus dat is een krachtig, volgens mij, sowieso abstracte reden om te zeggen, maak het gewoon helemaal onmogelijk. Ja, dat is wel waar het begint. Ik zei net het eigen systeem voor. Het is gezet op nationaal niveau dan. Ja, dat zegt zij van ja, de nazistaat stelt eigenlijk geen rekening voor en die zakt uit elkaar. Je hebt alleen nog maar regio's, ik wil Lutjebroek en de Europese Unie en zo. Ik denk dat dat echt complete bullshit is, eerlijk gezegd. Ik denk dat landen nog steeds verreweg de machtigste, krachtigste politieke eenheden zijn. En belangrijker nog, dat daar ook het sterkste solidariteitspotentieel aanwezig is. Het is nou eenmaal veel makkelijker om mensen in, weet ik veel, Den Haag solidair te laten zijn met mensen in Assen. Of mensen in Groningen, dat lukt onszelf. Ik denk de Groningers die al ons gas naar, weet je wel, naar ons, en de hele zetbel naar ons transporteren. Dat solidariteitspotentieel is veel sterker. En zoiets, het is een utopie en het zou kunnen een hele mooie gedachte dat we ooit gaan naar, weet ik veel, een grotere gemeenschap waarin we makkelijker solidair zijn met de Grieken. Ooit moeten we een transferunie worden. Het is het feitelijk al, maar we moeten dat ook een keer gaan herkennen. Maar op dit moment is dat nog niet aan de orde. Bedankt. Oké, okay. De laatste vraag. En daar is nog eentje bij gekomen. Twee vragen. Ik hoor hier veel over schulden, maar ik mis de hoek. Waar systematisch de meeste schulden vandaan komen. Dat is namelijk dat wij in deze economie afhankelijk zijn van het type geld wat alleen kan ontstaan als wij als maatschappij collectief de schulden ingaan. Dat is namelijk het commercieel bankgeld, het krediet waar onze hele economie op draait. Dus is het niet een hele simpele hack om een type geldcreatie te hebben in deze maatschappij die niet afhankelijk is van schulden? Dan zou je meteen die enorme private schuldenberg en het probleem daarbij oplossen op een hele simpele boekhoudkundige wijze. Oké, okay, de vraag werd me inderdaad helder. Dat Jackie had het er eigenlijk ook wel over, hè? Dat we draaien op schuld. Van economie is het logisch dat je schulden hebt, maar waarom zou de economie moeten draaien op schulden? Waarom zou die moeten groeien op schulden? Nou, dat lijkt me een mooie vraag voor Erik. Wordt er aan zo'n systeem al gewerkt eigenlijk al. Bitcoin is daar een voorbeeld van. Er is natuurlijk een hele grote discussie ook gaande door de stichting, de verleiding naar ons stichting Ons Geld. Ja. Nee, dat is. Wat zeg je? Oké. Okay, ja. Dacht ik, ja, nou ja, kijk, dan is die discussie natuurlijk voor een deel bij ons ook gevoerd. Ja, natuurlijk is dat een, daarmee hack je natuurlijk door het hele geldsysteem te veranderen. Ben je in principe bezig om inderdaad de definitieve hack te maken? Ja, dat is ook zo. Dus uit bankaire systeem en eigenlijk alles, alle problemen de nek om kunnen draaien in één klap. Ik vind het een hele ingewikkelde discussie, moet je zeggen hoor, want er zit natuurlijk nog veel meer haken en ogen aan dat je kunt becijferen in E3. Maar het belangrijkste is inderdaad dat je de geldcreatie die nu eigenlijk in handen ligt voor een heel groot deel bij staten, maar vooral bij banken, dat die op een andere plek gaat plaatsvinden. En dat zal definitieve gevolgen hebben ja, als we dat met z'n allen zouden kunnen afspreken. En daar zitten we in. Hoe ga je die hek voor elkaar krijgen? Want dat is natuurlijk eigenlijk, hoe krijg je het voor elkaar dat we met z'n allen daarmee instellen? Dankjewel. Rutger, is dat een probleem? Nou, ik ben mezelf, en dat vind ik zo leuk aan hoe jullie met ons geld ermee bezig zijn. Ik ben mezelf voor het eerst gaan verdiepen in de afgelopen paar weken in hoe ons geldsysteem werkt. Er is een bekende quote van Henry Ford die ooit zei van op het moment dat mensen begrijpen hoe het geldsysteem werkt, heb je morgen een revolutie in het land. En ik moet zeggen, ja, ik heb de hooivorken uit de kast getrokken.
het is zo moeilijk. Hè? Heel veel mensen denken dat banken bijvoorbeeld gewoon spaargeld uitlenen en dat gewoon, weet je wel, weer doorgeven aan mensen die dat nodig hebben. Dat is niet waar. Het geld wordt uit het niets gecreëerd. En wij huren eigenlijk een beetje ons geld van de bank en daar wordt rente over gerekend. Ik dacht dat de rente is een soort van natuurkracht, maar dat is een soort van vastgesteld, een comité, weet ik veel wat. Dus er zitten heel veel politieke aspecten, heel veel machtsaspecten aan ons geldsysteem functioneert. Het is niet natuurlijk zijn. Dus een kleinere hek zou al kunnen zijn, is banken verdienen op dit moment enorm veel geld aan, hoe noemen we dat, seniorage. Dus het recht om geld te mogen schenken, volgens rente over te rekenen. Daar verdienen ze enorm veel geld aan. Er zijn nog heel veel overheidsgaranties, van dat die schulden wel af zo betaald zullen worden, eventueel dekt door de overheid. Dat is eigenlijk het grote bankaire verdienmodel. Daarom willen banken ook altijd dat die geld vooruit groeit, dat er meer leningen komen, etc. Daar doen ze nu alles aan via hele prachtige lobby's om te zeggen, Nederlanders, het was even vervelend, maar we moeten weer gaan lenen, want daar verdienen ze echt hun geld mee. Het is helemaal niet zo heel gek om nu te gaan zeggen, op een wat fundamenteler niveau, als geld zijn waarde uiteindelijk ontleent aan het collectief, weet je wel, aan ons allemaal samen, weet je wel, dat wij hebben afgesproken dat we geloven in dat geld dat onze belasting in betalen, zouden de baten van geldschepping dan niet ook gewoon collectief moeten zijn? Zouden die bankiers dan niet gewoon, nou ja, laten we zeggen, de helft van de balken en de norm moeten verdienen of zo? Zou de rest niet gewoon moeten worden afgeroemd? Ik denk dat dat een alleszins redelijk standpunt is. Dat is ook weer zo'n voorbeeld dat politiek in Den Haag, het gaat helemaal niet over de echte, weet je wel, het is veel radicaler dit dan niemand. Ja, nou ja, kijk, dat je zegt, dat klopt natuurlijk. Wat eerder aangehaald is natuurlijk, het gegeven dat banken geld kunnen scheppen, is iets wat wij eigenlijk als samenleving aan die banken hebben gegeven, dat recht. Dat we, dus het is natuurlijk heel gek dat dat alleen door die banken dan uitgeput wordt. Het moet eigenlijk voor ons allen toevallen. Ik vind het zo mooi, jij zei aan het eind van jouw betoog, Rutger, over de bank. Ik weet niet precies meer wat je zei, maar wat mij tot onmiddellijk te binnen schoot, is namelijk dat wij zijn de bank in feite. Het is, die sociale technologie. Ja, dus het is niet... De bank hebben. Ja, dat is wat je zei. Ja, de bank hebben ons meer nodig dan wij. Nee, wij zijn de bank in essentie. Het is ons... wij geven de bank als samenleving het recht om het geld te vermenigvuldigen, om dat als schep. Die winsten zouden ons ook moeten toevallen. Dus het is van ons, wij zijn die bank. En het feit dat ze nu NV's zijn, dat ze op beurs genoteerd zijn, dat creëert de ellende voor het grootste deel. Omdat ik als journalist in het voorrecht had een programma te mogen maken over een man die een eind aan zijn leven maakt, voor Max maakte ik dat op de stoel van de Rabobank. En er kwamen heel veel reacties op, dus 2012. Er kwamen veel reacties op. Veel mensen weten onze redactie, de redactie van het programma Hollandse Zaken, te vinden die enorme schuldproblemen hebben. En zo deed zich in de najaar van 2013 meldde zich een echtpaar bij onze redactie die 3,5 ton schuld had. Ze zaten enorm in de shit, mentaal, fysiek. Ze leden eronder, hartklachten. Het was een rampzalig verhaal. En ze belde mij en ze zeiden, Kees, kan jij ons niet helpen? Lindorf was de schuldeiser. Lindorf namens ABN AMRO. Nou, na wat overleg ben ik met de familie naar Lindorf gegaan. Een ongelooflijk treurig kantoorpand langs de A1 bij Amersfoort. Je dacht, dat is de laatste vraag. Ik maak er een... daarna komt heel snel de apotheose. Ik zit daar met die familie. En de aanwezigheid van Max, niet dat wij nou zo goed zijn, maar de aanwezigheid van journalistiek, openbaarheid, zorgde er binnen 5 minuten voor dat 3,5 ton schuld kwijtgescholden was. Dat is ook een spreken maar. En de dag, is het misschien mooi om de dag nog even te schetsen, het was 5 december. Welke krant? Wat is het? Ik van welk programma of welke krant was het? Dat was het programma Hollandse Zaken. Kees, wat was nou je vraag nou dan? Nee, ik had geen vraag. Ik zei, het is meer een opmerking. Je kunt dus gewoon tegen wil en dank ineens tegen een mogelijkheid aanlopen om dingen op te lossen. En dat hebben we daarna een paar keer gedaan. Ik denk dat ik 4, 5 keer geholpen heb. Moet je nu wel een percentage vragen, hè? Van de kwijtgescholden schuld. Nou, het grappige is wel dat de mensen, dat is nog één mooi psychologisch mechanisme, de mensen die schuld kwijt zijn, die zijn zo opgelucht dat ze daarna totaal geen contact meer met je willen hebben.
Ik was daar heel verbaasd over. Toen ben ik naar mensen die de schuld hulpverlening zitten gegaan. Die zeiden, ja, dat werkt inderdaad zo. Dus, de ellende die schuld oplevert is zo groot. Dat is ook nu recent onderzoek in Amerika. Dat je minder goed gaat denken. Je cognitieve vermogens nemen af. En het straalt ook op jou af. Omdat je bij die tijd hoorde van de schulden waarschijnlijk. Nou, dat zou kunnen. Ik weet niet. Het was heel veel gek bijkomen. Ja, wat ik te mooi aan. Ja, even een korte reactie en dan ga ik afsluiten. Want volgens mij wordt het tijd. Dankjewel, by the way. Mooi verhaal. Nou, volgens mij is het echt inderdaad een absoluut cruciaal punt. Dat als het over problematiek rondom schulden gaat, rondom armoede, is dat de mensen die in die shit zitten, zelf zo zijn afgeknepen dat ze niet eens meer een stem hebben. Je ziet dat ook uit heel veel onderzoek inderdaad, dat de armoede gewoon wel eens 10 tot 15 punten IQ kost. Maar gaat ook gepaard met immense schaamte. Want als wij doen dat schuld hetzelfde is als zonde, weet je wel, over je zonde ga je niet vaak vertellen. Dus ik verbaas me er vaak over dat ik in discussies ga met mensen die, laten we zeggen, niet in de armoede zitten, niet in de schuld, en die zeggen dat tegen mij, weet je, die problematiek bestaat niet in Nederland. En in Nederland hebben we toch wel een basisinkomen, weet je, dus niks aan de hand. En dan vertel ik ze over die de vernederingsindustrie en de wijnstand, en dan vertel ik ze over dat er duizenden mensen jaarlijks in Nederland worden opgesloten, in de gevangenis, hè, omdat ze schulden hebben die ze niet kunnen afbetalen. En dan gaat er wel de wereld open, dus hier is inderdaad een cruciale taak voor de journalistiek. En, nou ja, vooral daarvoor, zeggen we dan de studenten nog. Om dat nog een klein beetje ook kritisch af te sluiten. Het is namelijk ook zo dat er echt mensen zijn die schulden echt lange lak aan hebben. En het gewoon echt redelijk kan interesseren op degene die hen het geld geleend heeft, of ze dat ooit terugkrijgen. Dus die zien het ook niet meer als sociale technologie? Die zitten ook, nee. Dus het is een blijft een cultureel gegeven, het blijft een sociaal gegeven. En het is dus inderdaad zo, als je bezwijkt onder die druk, dat je echt kapot kan gaan. En aan onze taak om daar iets tegen te doen, met heks, met journalistiek, met burgerzin, of met gewoon zo meteen een biertje. Nou, ik had het niet beter kunnen zeggen. Dankjewel. Basisinkomen en wat een beetje ondergesneeuwd raakt, maar dat begrip vergiffenis, vond ik toch ook heel mooi dat je dat inbracht. Ga ik zelf over nadenken. Dank u wel voor de aandacht, voor de komst. De volgende Lifehack Marathon is op 3 september en dan komt James Bridal hier. En dan gaan we praten over how to cross borders. En later, 29 oktober, komt Jeff Gary Morozov en dan gaan we het hebben over how to beat bureaucracy. Je kunt naar de website Hidden Habitat als je wat meer zou willen doen met het hele project. En ik wil jullie een fijne avond en ik geef het allerlaatste woord aan Rutger, want die heeft een aanbod, iets gratis. Ja, zeg maar. Nou, we hebben het al net over het belang van journalistiek, dus ik word altijd gedwongen door mijn baas om gratis dingen uit te delen na lezing. Ik weet niet of u een smartphone bij zich heeft. Dit is vandaag nog geldig. Een gratis maand de correspondent, het medium waar ik voor schrijf. Geen reclame of allemaal, dat doen we überhaupt niet aan trouwens. En het wordt gewoon na een maand automatisch gecanceld. Dus misschien als u het leuk vindt om kennis te maken met onze journalistiek. Nou, inderdaad, doen en dank u wel. De markt is geopend.